Vakgenoten, hartelijk welkom bij Vila Media vraagt een podcast over journalistieke media. Mijn naam is Mark Koster, media- en entertainmentjournalist. En tegenover me zit hij. Nou, wie zit er? Ja, Jeroen Pauw. Tenminste, me ik neem aan dat de ik. De meeste interviewer. Oh, okay. laaglander Jeroen Pauw. Nee. Leuk, ik vind het mooi dat je de intro verstoort. Dat, zo ken ik je ook. Sorry, oh? sorry. Leuk dat je er bent, Jeroen. Ja, dankjewel, Mark. Ja, fijn, want. Uh, ja, 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 ik vind het ik vind leuk dat je, dat je... Want je hebt... Uh, we hebben wel eens wat contact gehad over allerlei onderwerpen. Nou, daar gaan we het straks over hebben. Je staat er eigenlijk niet om te springen om interviews te geven. Um, nou, ik... Ik vind het niet zo vervelend om een interview te geven hoor. Maar het is wel het nadeel vind ik van een interview dat het zo vaak over jezelf gaat. En, uh, en hoewel <laughs> ik een presentator ook, ben en, en een presentator natuurlijk vervuld van zichzelf is, is het toch <laughs> ook, een beetje om het de hele tijd over jezelf te hebben of wat je vindt. Um, ja, dat zit wel bij mij een soort dubbelheid in. Dat ik denk: ja, wie ben jij nou eigenlijk? Waar gaat het nou eigenlijk over? Maar in dit geval uh, is het een, uh, een serieus gesprek, tenminste. Ja, dat ja, ja zeker. Neem ik zeker. aan voor ja. een serieus medium. Zeker. Uh, dus ik, uh, Vakgenoten, dat, uh, ja. Yeah. Dus dan, dan uh, graag. Ja, leuk. Eén um, ding, daar moet meteen streng zijn. Je, je wilde de Matthijs van Nieuwkerk-stijl interview doen. Je hebt me van, ik wil al even e-mail. E nee, 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 ik zei tegen jou. Um, ik wil wel, omdat ik uit ervaring ook met jou nog wel eens heb gehad, dat ik dacht van, ja, de helft wordt niet opgeschreven en de andere helft wel, dan doe je als het ware wat wel vaker in de geschreven journalistiek gebeurt, wat ik tenminste vaak heb meegemaakt. Zit ik met mijn microfoon ja, niet goed? Is moet die hoger? Ja, zo, zo? Dat je... zo beter. Ja, zo hoort je ja, goed. goed ja. Um, dat, dat je achteraf dan iets leest waarvan je denkt, nou zeg, het wordt opeens. of dat de vragen heel spannend gemaakt worden. dat verwijt ik jou niet hoor, maar uh, dat lees ik ook wel. <laughs> of dat er verslag wordt gedaan van een voetbalwedstrijd. waarin alleen maar de doelpunten van de ene partij uh, genoteerd zijn. en niet die van de andere partij. Dus ik denk, ja. nou, als het er nou echt om gaat. laten we dan gewoon wat jij en wat we nu hebben afgesproken. laten we het live doen. met een begin- en een eindpunt. En dan, uh, dan uh, vind ik het leuk. Ja. Je, je zegt al voetbalwedstrijd. Is de journalistiek ook uh, scorebordjournalistiek? Nou ja, ja, zeker. Voor een groot gedeelte is dat, is, is dat natuurlijk ook wat. Uh... Uh, is dat één laag in de journalistiek die, uh, die natuurlijk constant bedreven wordt? In de meest letterlijke zin, de scorebordjournalistiek. Maar dat is ook, ook rondom uh, uh, politieke verslaggeving het geval. En ik denk eigenlijk op, op heel veel gebieden wel. Ja. ja, daar gaan we het zo over hebben. Want jij hebt al aardig wat goals gemaakt, wat mij betreft. Uh, we gaan de, de affaire Timmermans, natuurlijk zal nog even een keer helemaal uitdiepen. Um, geniet je daar ook van? Want je, ik zie al twee. Je hebt een bril op vandaag, maar ik zie twee, twee flonkerende oogjes toen je daarover begon. Over uh, doelpunten maken. Dus... Nou, ge ik geniet van het werk in zijn algemeenheid. Ja. Soms niet, maar meestal van de tijd wel. Wat, hè? Soms niet. De nou ja, we... Soms denk je wel van pff, gaan we weer. Of uh, ik, ik, heb, ik ben uh, <laughs> uh, uh, anders dan jij ver verondersteld, uh, uh, gestopt met de talkshow, omdat ik het niet leuk meer vond. Uh, en omdat ik dacht, ik heb dit nu. Uh, nou, ik had het dus eigenlijk 14,5 jaar gedaan. Ik zeg voor het gemak nog wel eens 15. Of dan om, om iets dichter bij de werkelijkheid te blijven. Een kleine 15. Uh, en op een gegeven moment dacht ik wel. Ik heb alles nu voor de zoveelste keer wel gedaan. Het zoveelste keer een debat over roken in de horeca. Uh, nou ja, al, al die dingen zijn op een gegeven moment wel klaar. Dat wil niet zeggen dat de nieuwsgierigheid uh, weg is. Maar wel uh, dat, het, dat ik graag wilde dat het podium wat anders werd. Dat de gesprekken wat langer konden zijn. Dat het een uur lang over één element kon gaan. Of ja. dat je een serie maakte, die ik daarna ook wel uh, heb gemaakt voor BNNVARA, waarin het uh, ja, over iets gaat waar een verhouding in zit tot de volgende aflevering en de volgende aflevering. Dus dat je iets maakt dat ergens over gaat. En dat vond ik eigenlijk verheugde ik me daar wat meer op, omdat ik dacht, dit heb ik wel... Gedaan, met alle liefde die ik daar elke dag voor heb gehad. Want anders hou je het ook niet zo lang vol. Tot s'nachts uh, twee uur. Dat, nee, want je, je dronk ook lekker mee. naar ja, bar, Dat ja, weet ik ook. Zeker. Um, het stel ik eerst nog even die andere vraag: over: je zei nee. dingen, herhalingsoefeningen, waar het dan af en toe zeg je. Ja. Wat was nou de grootste herhalingsoefening die, dat je dat gat voor de voor heb je hem weer. Dan moet ik weer dat, dat riedeltje en weer van de, dat, dat zuigerige vragen. Hoe vaak heb je dat gehad? Dat nou. je iemand zag aanschuiven dat je dacht, nee. Eerlijk, je groep. Nou, ik heb ik het natuurlijk best vaak gehad. Ik dacht, jongens, ja, we moeten het er weer over hebben. Maar dan gaan we weer. Ik heb, ik heb daarna, toen ik gestopt was met die talkshow en en op één begon, heb ik nog een aantal keren met Fidan Ekis um, um, meegedaan uh, aan uh, het journalistieke coronacircus. Uh, en, um, en dat waren gewoon zes vragen, uh, twee jaar lang. Uh, elke dag ja. dezelfde, ja. Uh, weet je dat je ook denkt: ja, nu weten we het wel, ja. maar ja, goed. Het hoort ook bij het werk. Ik doe er ook zeker niet badinerend over, alleen ik vond het op een bepaald moment voldoende. Ja, ja, oké. Okay. Um, ik wil het met je vandaag met je hebben over de verkiezingen. Daar Heb jij, wat mij betreft, een rol in gespeeld? Um, sommige mensen kreeg ik appjes als je die roem spreekt. Vallen er dus op aan dat hij, die, dat hij die Timmermans heeft gesloopt en Wilders in het zaal heeft geholpen. Dat is een, vind ik het thema. Uh, jouw rol als producent en ook wil ik eigenlijk met jou over de huidige stand van de talkshows. Um, laten we eerst eens beginnen met de verkiezingen. Ja. Vind jij dat je daar een rol in hebt gehad? Zeker. Ik heb, uh, ik heb daar uh, verschillende rollen in gehad. Ik heb. Um, um... Kijk, jij zei jouw rol als producent, dat wil ik meteen relativeren. Ik ben al heel lang ook niet meer de producent, maar ik werk bij het bedrijf dat programma's produceert. Daar ja, gaan we het zo ook nog over ja, Maar laten ja, we eerst even. Dat. Dus ja. uh, natuurlijk heb je daar een rol in. Uh, ik heb die rol gehad uh, met name doordat ik een aantal keren op verzoek van Galiet en Sophie en ook bij het programma. Spraakmakers, wat geloof ik van de uh, NCV is, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval op NPO Radio 1 wordt uitgezonden. kro NCV, okay. Okay. waar, waar, waar ja. uh, Gilene Plag zat. In... Gilene Plag, ja, precies. Ik ben gevraagd of ik uh, het fijn vond, en dat vond ik. Uh, om gedurende die periode dat de, uh, dat de politieke campagne zich vooral op televisie afspeelt. en iets mindere mate op de, op de radio en in de geschreven media. of ik in van die kleine clubjes wilde zitten van twee of drie mensen. die daar dan op reflecteerden ja. hoe, het, uh, hoe het ging. Ja. Dus dat is zeker, uh, dus in die zin is dat een rol die ik heb gespeeld. Uh, rondom de verkiezingen. En daarnaast uh, werk ik uh, bij een bedrijf. wat ik zelf ooit ben begonnen, uh, 23 jaar geleden, TVBV. Ik voel aan je dat. Dan gaan we het zo echt over ja, ja, ja. hebben. Maar, ja, nee, maar, maar laten we eerst even, even dat je over ja. de verkiezingen. En ja. wij hebben dus uh, uh, wij hebben een voorstel gedaan om een debat uh, te produceren. Dat hebben we samen met SBS gedaan. Dus in die zin ben ik ook bij de verkiezingen betrokken. Precies. Ja. Dat zijn allemaal, je zegt het heel, heel mooi formeel. Um, laten we eerst dan eens dus over jouw rol bij SBS hebben. Um, bij SBS, dat is ja. dus de verkiezingen. De verkiezingen, want ja, je hebt daarvoor uh, het grote debat toch? Ja. Dat, dat kun we toch zo zeggen? Zeer succesvol, kijkers. Zeker succesvol, ja. ja. Hoe, heb jij dat, hoe gaat dat? Jij, jij belt Frans Klein, de nieuwe nee. baas daar. Nee. Nee nee, 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 ik wil zeggen hoe het gaat. Ja, de wet, het, uh, daar vind uh, het, ja, het ja. heel leuk. Het, uh, het gaat dat ik uh, um, uh, Sam Hagens, ja. en in mindere mate Merel Ek, maar vooral Sam Hagens, uh, die ken ik al wat langer. Daar heb ik ook mee gewerkt toen wij Half Acht produceerden. Ja, uh, leuke jongen. Leuke jongen. De zoon van. Uh, Goeie, ja, zoon van. Zo, zoals wij alle een zoon van die iemand wel, zijn. maar ja. hij is ook de zoon van overigens... Ho, ho, hoe ironisch, de vader van hem, van Hagens, ja. die had ook een tv-debat. Ja, ja. Uh, Dus dat vind ik dan wel weer grappig. Ja, dus ik, spreek jij daar dan ook met hem over? Dat je zegt, Sam, je vader gaat bij uh, een vandaag gaat hij doen? Nee, daar heb ik met hem. Daar heb ik niet met hem in dit geval over gesproken. Ik heb natuurlijk ook wel eens met hem over zijn vader, want ik ken zijn vader. Dus, ja. uh, en, en ik spreek gewoon af en toe met hem. En uh en wij hadden het... Kijk, en, en, Pieter Jan Hages. Pieter, voor de mensen die echt aggroeid ja, zijn. Ja. Ik sprak dus met Sam en ik zei van... zou het niet leuk zijn om toch iets, uh, iets, iets meer te doen... dan alleen maar verslaggeving tijdens, uh, tijdens de verkiezingen. En toen waren we een beetje zo in gesprek. En toen zei ik, weet je wat, ik ga een voorstel maken. Dus toen heb ik een voorstel gemaakt. Dat is gewoon een kwestie van, joh, laten we ja. een groot debat gaan doen. Hm. Waarin er met de, de mensen die betrokken zijn... bij de vier grote thema's van de verkiezingen... Uh, wonen, uh, migratie, um, rondkomen noemt, noemt, SBS het, maar ik geloof dat wij het bestaanszekerheid noemen. En dan is, uh, is de, uh, de vierde welke ben ik nou uh, vergeten? Um, Klimaat, zorg, ook zorg, het, ja, ja zorg. Zullen we kijken of we daar. Uh, een mooi debat kunnen maken. En heb je daar zin in? Jij staat eigenlijk tussen, tussen de mensen. En die mensen gaan proberen in, de, in, in gesprek te komen met de politici. Nou, zo begint het. Hè? Uh, ja. uh, daar had hij zin in. Ik maak dan een voorstel. Hij vindt dat voorstel of vond dat voorstel ook leuk. Ik zeg, nou, dan ga ik eens even kijken of ik dat bij Marco Lauwersen. Dat is de baas die nu weg is. Maar die was toen, toen nog, nog, ja. uh, toen nog uh, de baas. Ga ik eens kijken of hij da dat wat vindt. Dan, ja. dan verstuur ik dat. Dan zegt Marco, nou, ik ga dat, uh, ik ga dat overleggen. Uh, ook met uh, de nieuwe baas die er zit en met uh, uh, de rest van de directie bij uh, Talpa die daarover uh, gaan. En je hoort. En uh, een paar weken later uh, gaan we dan met elkaar in gesprek. In dit geval was het ook met de hoofdredacteur van Hart van Nederland. Uh, en dan wordt er gekeken: van, kunnen we dit eventueel gezamenlijk optuigen tot een, uh, tot een groot uh, debat? Nou. nou, dan is er een. Producent, dat ben ik dus niet. Een nee. producent van TVBV die gaat dan praten over wie gaat wat doen. En, uh, en, en hoeveel mag het kosten en allemaal dat soort dingen. En ik heb gezegd, ik uh, ga mij wel ontfermen over uh, de twee. Over Sam en Merel. Die kunnen mij, bij mij langskomen als ze zin hebben om nog eens even te kijken. Hoe kunnen we dit allemaal een beetje scherp aanpakken. Oké. Okay. Um, zo gaat het. Zo gaat het. Nou was dat, um, dat dus jij dient dat in, A4'tje. Laurens zegt: We gaan het doen. Je prikt een datum. Je, ja, gaat er, je ja, zet dat, er een redactie op. Dat doen zij allemaal. Dat he? doen zij allemaal. Um, het was een, een, een anders dan anders het debat. Het was anders dan de publieke omroep. Ja, zeker. Dat heeft, het was dat, anders dan Pieter Jan Hagens. Ja, zeker. <laughs> dat, dat komt denk ik voor een groot gedeelte ook uh, doordat dat het Genee. een ander <laughs> iemand is dan Pieter Jan Hagens. Die daar, Hij een, was niet uh, zo gené achtig trouwens. Hij liet veel gaan. Ja, maar ja, goed... Ba hij, hij was een hij, beetje de bas Nijhuis van de journalistiek. Nou, hij, ja, hij heeft, hij heeft ervoor gekozen. Hij heeft ook, heeft ik, ik heb daar niet met hem over gesproken. Hij heeft zelf die positie gekozen om ja. het te doen zoals hij het heeft gedaan. En ja. hij heeft gedacht, wat ik eerlijk gezegd zelf, als ik debatten doe, ook wel vaak denk van: ja, kijk, als jullie alle drie of alle vier in dit geval ongeveer de pretentie hebben dat je dit land kan leiden, dan zou je het er ook met elkaar gezamenlijk zonder tussenkomst van een fluitist ook wel een aardig debat kunnen doen. Dat blijkt vaak niet zo te zijn. Hè? Nee. Oké, okay. uh, dan de inhoud. Het was zo dat er mensen uit het land, hè, de, de kiezer, ja. mocht vragen stellen. Ja. Dat was toch de opzet. Dat ja, vertelde zeker. Hassam ook en Merel ook bij VI. Zeker. Um, een aantal mensen kwamen langs. En daar, nu wil ik naar, natuurlijk naar het Timmermans moment. Um, dat, ja, er was een mevrouw, een paard. PVV aanhangen, dat was niet helemaal duidelijk. Die werkte bij een voedselbank, of daar een ja, afgeleide van. Ze werkte bij een eigen voedselbank die ze had ja. in Zaandam, uh, in waar ze ook mensen die net. Want de voedselbank heeft dus ook een soort criterium. En dan kan je dus ook boven, net boven vallen, maar dan nog steeds trek of honger ja. hebben. Dus, de, dus daar <güls> hield zij zich ook mee bezig. En, en dus deelde dan brood uit. Nou ja, dat was op zich fantastisch dat ze dat deed. Cindy uit Zandam, Stichting uit... Prakkie heet het, geloof Cindy, Maar goed, Cindy uit Zandam had een vraag voor omzicht. Want hè, die had een vraag over het minimumloon. Ja, er, stonden, er zijn zij tegen omzicht, ik doe het even uit mijn hoofd, ja. maar wel zoiets als van: er zijn. Uh, waarom bent u niet net als de andere drie eigenlijk voor de verhoging van het minimumloon? Klopt. Dat was de vraag die ze aan hadden. Ja, dat was een goede vraag. En jullie hadden dat ook een beetje gescript. Dat iedereen, deze vraag was aan omzicht geadresseerd. Zeker. Toch? Zeker. Zo, 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 zo kwam het op me over. Maar toen zo was het ook. Uh, en volgens mij was die vraag geadresseerd aan omzicht. Omdat omzicht niet naar die 16 euro wil, maar dat in stapjes. Toch? Precies. Dus omzicht was een wat genuanceerde, of laten we zeggen. Rechtsen of hoe je het nu wil, die, die wilden dat niet. Het was, leek mij ook goed bedacht. Ja. Maar toen kwam Timmermans in de bocht. Ja, kijk, wat natuurlijk logisch is bij zo'n debat, is dat, je, dat die andere mensen die meedoen aan het debat, de andere politici, kijken van waar vind ik een gaatje om, er, om erin te stappen, om erin te springen, ja, ik, om er ja. iets over te zeggen. Precies. In dit geval deed Timmermans dat. Waar was jij toen hij dat deed? Ik zat mee te kijken bij de, in de regie. In de regie. Ja, ja, ja met zo'n uh, nou, zo Ja, Er zit een eindredacteur. En die, nou, die, daar zat ik dus naast eigenlijk. Dus ik zat naast de eindredacteur. Voor je zit dan de regisseur ja, ja. en nog wat schakeltechnici en zo. En ik zat daar. Ik dacht, ik vind het een leuke plek om te kijken. Precies. Toen komt in mond. Ja. Die dacht, dit is mijn achterban. Ja, dat denk ik ook ja. Of in ieder geval. Dit is een onderwerp dat, dat belangrijk is voor mijn achterbaan. Ja, want hij kon dan om zich een, een elleboogje ja. geven. Ja, ook omdat hij vrij duidelijk is in, in, in het verhogen naar 16. Uh, dat uh, was een uur. grote dat, thema dat, precies, dat in dat debat. Ja. Maar toen gebeurde er wat. Nou, toen ging hij dat thema verbreden door te, uh, door te praten over ziektekosten en uh, het eigen risico. En, uh, en toen zei die mevrouw. Die, die Cindy uit Zaandam, ik, ja, ik moet het nu echt uit mijn hoofd doen, maar zoiets nee, van, nee, ja, maar, maar bij, bij u verhoogt niet het eigen, of u, wij kunnen het eigen risico niet meer nee, betalen. betalen. Dat moet u, en toen zei Timmermans iets van, ja, dat gaat in stapjes naar beneden. Bureaucratische toen, antwoord? Da, nou ja, of vermoedelijk misschien ook wel het, het praktische antwoord. Ik weet niet, misschien kun je het ook wel niet in één keer naar beneden nee, Daar nee, heb ik geen idee nee, van, maar nee, dit nee. was zijn antwoord in ja. ieder geval. En toen zei die mevrouw, maar daar kan ik niet op wachten. En toen gebeurde er wat mij betreft iets decisives, misschien mogen we dat zo zeggen, in het, in, in het grote... Toen, pakt de, in de campagne. toen pakte Wilders het over. En die zei, ja die mevrouw, die kan daar niet op wachten. En ik zeg het weer even uit mijn hoofd. Kijk, u krijgt 15.000 euro netto of zo aan wachtgeld elke maand. Voor u is het allemaal niet zo belangrijk. Maar deze, ja, dit was een hele scherpe, scherpe interventie ja. natuurlijk. Vond jij dat? Oké, okay, Jeroen Pauw zit te kijken naar dat afkijkschermpje. Ja. Ziet Timmermans daar, doen? dacht jij, dit is een, een, een decisive moment? Ik zeg het even, hoe zeg je dat? Een ja. cruciaal moment in dit debat? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik dacht wel, nee? uh, ik vond het wel uh, spannend... Maar ik had, niet, ik had niet het gevoel, en trouwens, dat heb ik ook niet... dat dit een decisive moment is in de zin van... nu liggen de verkiezingen helemaal anders of zo. Want het zijn natuurlijk... Er zijn, je weet A, nog niet wat er allemaal nog meer gebeurt. En B, was het... Maar goed, dat heb ik vaak gehad met Timmermans, ook nu weer... dat ik dacht van, waarom, um, waarom spreek je dit niet tegen? Want kijk, dat Wilders, op, kijk Wilders is natuurlijk een straatvechter. En uh, daar, daar, dat, 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 dat doet hij goed. Maar... Timmermans zou dat in principe natuurlijk ook best moeten kunnen. En als Timmermans wordt aangesproken dat hij 15.000 euro krijgt, dan had hij ook kunnen zeggen: maar ja, meneer Wilders, u bent hè, de langzittende politicus in de Tweede Kamer. U krijgt, u krijgt al, al, al 20 of 25 jaar krijgt u elke maand geld van de gemeenschap om, hè, om dit soort dingen te doen. En niet alleen om dit soort dingen te doen, maar om haat te zaaien en om, 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 om groepen weg te zetten en weet ik veel, had hij allemaal kunnen zeggen. Ik dacht aan Hillary. Maar Clinton. dat deed hij niet. Nee, maar dacht jij aan. Ik jij dacht aan de, de deplorables, bedoel je dat? Dat dacht niet? ik. En ik dacht ook aan. Uh, Kaag, wie zijn die mensen? Ja. ja. Toen ik het zag, hè? Ja. Maar jij zat niet te kijken van dit is hem. Nee, nee, want dat, dat dacht ik niet. Ik dacht meer waarom laat hij... Uh, maar goed, dat denk ik met, bij, bij allerlei politici natuurlijk wel eens. Maar in dit geval over Timmermans in dit element... dacht ik wel van waarom laat hij nou zich zo makkelijk wegzetten... door Wilders van u heeft makkelijk praten. Want hij heeft ook makkelijk praten. Ja. Maar goed... Dat is, ja goed, oké. Okay. Dat is, uh, dat is hoe, uh, hoe Timmermans zoiets doet. En dat doet hij, vond ik, uh, niet, niet al te sterk. Maar hoe vond je dat hij naar. Na... Hij keek ook naar haar niet als zijnde. Toen zij zo begon, toen keek hij echt van de deplorable. Of vond je. Ja, dat is misschien omdat. Dat... Achteraf. Is Ach... het in, 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 ja. een inlijn? Ja, ja dat, denk, ik. Ik, dat denk ik, ja. Dat denk, dat denk je. Ja, dat denk ik. Oké. Okay. Um, even los van wat, wat je toen dacht, want ik wilde het proberen. naar nou, de reconstructie. In de peilingen ging die daarna omhoog, na dat debat. Ja, Maurice de Hond is de, uh, heeft geloof ik sowieso deze keer... net als de vorige keer er het beste bij gezeten met de peilingen. En Maurice de Hond, uh, die al eerder had aangegeven... Dat, uh, uh, dat Wilders in de lift zat. En ook al had gezegd, als je eenmaal in die lift zit... dan is de kans dat je in die lift blijft zitten best wel goed. Die zei ook nog, nu is hij nog meer in, uh, in de lift. Maar de lift kwam na dat debat. Ja, maar de zes de, zetels, zeker. Onder meer na dat debat. Zeker. Zeker, onder meer na dat debat. Hij zat al in die lift en, dit, en die, dat debat heeft die lift nog wat sneller omhoog doen gaan. Denk en ik. wat denk jij dan? Je, maakt die, je doet lekker laconiek, dat is ook goed. Maar je denkt toch, die zes zetels hebben dat effect gehad van mijn bedenksel met Sam Hagens om dit te doen. Ja, maar. Ik wil je niet groter nee, maken nee, dan je nee, bent. nee, nee. nee maar nee, maar het is twee... natuurlijk niet zo dat. Dat, uh, kijk, het is niet. Voor zover, die, voor zover dat effect in dat debat zat, zat het effect in Wilders, die Timmermans, denk ik. Opdat als het over dit element zou gaan. als dat al het doorslaggevende element is van Wilders, dat weet je ook niet. Mm -hmm. uh, dat, dat ik, wat ik net zei, dat ik denk, nou, Timmermans, dat had je scherper kunnen doen. Maar ja, goed, maar Wilders er zat natuurlijk was nog een pesterijtje in van het ons, van het, de, 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 de ons wegen. Toch? Ja, dat ja, zat zeker. er ook in. Ja, ja, ja. Maar ja, je kunt toch. Ik bedoel, we hebben niet de teksten voorgegeven. Nee. Voor hè? Dat begrijp ik. Nee, nee, dat, <laughs> nee. nee, nee maar. Jeroen, ik neem je ook niks kwalijk. Nee. Maar besef je wel. Nou, je ziet dat iemand Ik vind dat wel niet. Dat is toch ja. relevant. had jij ook aan jezelf gevraagd als je hier zou zitten? Nee, maar ik, ik, ik kijk ook wel en denk van wat gebeurt er een hoop? Maar dat is als het. Tenminste, dat is wel een beetje de bedoeling van zo'n debat. Als er niets gebeurt in zo'n debat. En als zo'n debat ook Kabel. nauwelijks enige uitkomsten heeft, later. Uh, op, op hoe mensen denken te gaan stemmen of zeggen te gaan stemmen, want dat doen ze als ze een peiling, uh, aan een peiling meedoen. Ja, dan kun je ook denken, nou, dat debat heeft, heeft niet veel veranderd. Dat zou nee. ook een beetje raar zijn, toch? Dus de, de bedoeling is dat mensen denken. hé, hey, ik vind die man toch interessanter dan die vrouw of die man. Ja, ik had nog maar één inhoudelijk punt. Waarom ja? hadden jullie niet een iemand met een moslimachtergrond op Wilders losgelaten? die zei van uh, ik voel me niet veilig in dit land door jou. Had, wil, had wilde dus ook, dat is even een inhoudelijk ding. Ja. He, want dat had, jullie hadden het goed gescreend, vond ik. Goed tegen elkaar over. Je had het goed gedaan. Tim was niet bij zijn eigen val. Maar had wilde ze ook niet nog wat tegengewicht moeten ja, krijgen? Ik meen, maar dat, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik meen dat er als het ging over. We hadden op een gegeven moment ging het in het hoofdstuk migratie over. was verdeeld in uh, studeren, hè? Ja. Uh, studenten, arbeidsmigratie, wat het grootste aantal is. en, en, en mensen Precies. die uh, in, de, in de procedure zitten. Puntje van onderzicht, is dat? Ja, en, en daarbij in die procedure ging het ook nog wel over iemand. die dus zit te wachten totdat hij statushouder wordt. maar waarom mag hij niet werken? Dus dat zat bij ja. de arbeidsmigratie. En daar was wel iemand, alleen ik weet niet. Volgens mij is hij niet aan het woord gekomen, omdat dat nee. op het laatst zat en dan is de tijd op en uh, ja, goed, nee. Zo, maar als zo je gaat. nou over gewoon, maar er is niet iets. Maar dat kijk, dat komt vind over... je dat dan ook jammer dat je als je daarop terugkijkt, want nee, want ik, ik vind het gewoon van... niet de thema's, dus nee. uh, 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 en ja, er zijn heel veel thema's die, die niet. Kijk, die thema's die, die hebben we min of meer bedacht. omdat dat de thema's van de verkiezingen waren. Ja. Uh, en nou ja. zijn ook voorgelegd aan die politieke partijen. Die zijn het daar alle vier mee, mee eens uh, geweest. Ja. ja, en dan is het verder. Uh, ja, dan moeten we een beetje kijken hoe de bal gaat. Ja, nee, begrijp ik. Oké. Okay. Eh, maar misschien met terugwerkende kracht wel. omdat het, het werd ineens een groot thema. en, en hè, immigratie bleek ineens groter dan verwacht. Ja. Maar kijk, nogmaals, ik vind ook dat zo'n. Of dat nou Timmermans is, of Jezielkus is, of, uh, of Omtzigt is, of Wilders is. Zij moeten het maken. En zo'n Timmermans kan ook gewoon zeggen van. Uh, meneer Wilders, u bent een gevaar voor, uh, voor de wereld. Of ja. uh, als hij dat vindt, hè, en, ja. uh, en andersom. Ja, oké. Okay. Dan um, jij en Timmermans. Want. Ik zie jou daar zitten, Timmermans glijdt uit. Jij hebt het, het, het decisive moment, dat heb je misschien dan nog niet door. Ik vind wel dat dat, dat zo was. Denk je dan ook aan je grote MH17-interview? Nou, kijk, eerlijk gezegd niet. Want als je. Heb je dat ooit nog wel eens teruggezien toevallig dat dat interview, dat ma 17-interview? Ja, heb? ik heb, ik weet. Ja. Goed, jij weet het precies. Ik heb ja. uh, je, ook daar gleed hij uit. Hij gleed wel uit, maar eigenlijk, ik heb er zelfs een prijsje voor of een prijs voor gekregen. Waarom zou ik, maar Neerendt, toen over de Sonja Barend-prijs, de Sonja Barend-prijs. Oh. Maar ja. eigenlijk vond ik het zelf niet dat ik het goed had afgemaakt, want. Um, het had, ik had het eigenlijk beter af moeten maken. Oh. Dat is dat moment dat je dan naar huis fietst. Ik fiets elke dag uh, naar, naar mijn werk en fiets elke dag dan terug. En bijna elke dag. Of wat voor fiets? Zit je op een racefiets of op Nee, een nee, zo nee. Nee, ik, nee, Ik man, ik zie eruit als een soort leraar Duits, weet je wel? Met... <laughs> oh den beste! Kijk, je ja, hebt ook een beetje ja, lengte, ja, lengte, ja, lengte ja, van Quim de Debie. Nou ja, oh den beste. Ja, nou, maar zo voel ik me ook. Want ik heb namelijk ook, zal ik je maar eerlijk zeggen, een fiets dus, uh, op op mijn bagagedrager. en met snelbinders. Met je dus, tas erom. Uh, met de tas eromheen. Ja, ja maar dus ik heb is... toch een tas bij me. Dus Jeroen Pauw als leraar Duits. Ja, maar zo is het echt. Dus zo fietste ik naar huis. En toen dacht ik, ik, zeg, ik had nog die ene vraag moeten stellen. Welke was het? Weten de nabestaanden dit wel? Oh. Dus hij zegt op een gegeven moment. Zegt hij van, U weet, kijk, even plat gezegd. Hij houdt een toespraak bij de Verenigde Naties. Ja. Dat was, als je er gewoon naar kijkt, een fantastische toespraak. Want prachtig. Hij is, hij, is, hij is natuurlijk zeer begaafd in dit Eloquent, soort Eloquent, prachtig. Uh, prachtig ja. Ja. Alleen wat hij vertelde. Klopte natuurlijk helemaal niet. Er is helemaal niet een moment geweest... en het blijkt ook uit alle onderzoeken achteraf... dat nadat die aanslag er was geweest... mensen nog een beetje rustig elkaars hand konden vasthouden. Nog even kunnen praten over hoe, het, uh, hoe we het einde gaan... En gaan nou ja, weet je wel, al die dingen totale onzin. Um, Omdat er een raket naar binnen knalt. Omdat er een raket naar binnen knalt. Daarna de luchtdruk weg is <laughs> en daarna is het gewoon... Ja. Belangrijk is dat ook... En daarom, daarom was, het, was dat ook allemaal niet oké okay wat hij deed. Maar goed, belangrijk is, uh, ah, ah, dat was gebeurd. En toen, wil, toen ik dus heel voorzichtig alleen maar vroeg... wat u hier beschrijft, is een mooie speech... maar het is natuurlijk noodzakelijkerwijs niet zo gegaan. Dus dat was nog heel voorzichtig geformuleerd. Zoals u het heeft hè, voordoen komen. Bij de VN bij de, verteld. Bij, bij de VN. Vooral dat beeld ja. met de, die dingetjes ja. die namelijk ja. bij de file. Nou ja, toen... toen toen begon hij dus nog over dat, uh, weet u dan niet dat er een, een, een mondkapje op een van de slachtoffers is gevonden? Dat wist ik inderdaad niet. Um, en ik dacht later, ik had moeten vragen, maar weten de nabestaanden dit wel? Die wisten dat natuurlijk ook helemaal niet. En er wordt nog steeds, of er wordt nog steeds de enige plausibele verklaring is. Is dat dit een, een, een vorm van toeval is geweest? Dat dat mondkapje ergens bij deze. Want die dingen die komen allemaal naar beneden op het moment dat de luchtdruk wegvalt en zo. Dus, um, maar wat ik er zo naar aan vond. En dat is als je met mensen praat. Die een, grote, grote, um, ja, een groot ongeluk hebben meegemaakt. En, en dierbaren daarbij zijn verloren. Wat is dan de grootste troost vaak die mensen kunnen krijgen nog? Ze hebben er niks van gevoeld. Ze hebben er niks van gemerkt. Het was in één keer klaar. Als jij hoort dat een vriend van jou is overleden... en door, door een auto-ongeluk... dan is een kleine troost nog... Ja. dat hij Geen niet pijn, eerst nog, hij nog, nog drie uur uh, nee. in het wrak heeft pijn geleden... voordat hij doodging, nee. maar dat het in één keer ja. afgelopen ja. was. Ja. Ja. En dit spel wat hij speelde, dat... Uh, de, de, door, door zeg maar als het ware de doodsangst te introduceren en, en te doen alsof dat misschien nog wel een tijdje heeft geduurd. Dat vond ik eerlijk gezegd, op zijn, op zijn, op zijn slaps gezegd, niet chic. Nee, het was heel grof. Uh, waar het niet dat hij er een pathetisch verhaal van maakte bij de VN. Dus hij dacht er helemaal niet aan. Hij dacht alleen maar: hoe maak ik hier een pathetisch verhaal van? Maar ja, goed. Maar het is, hoe, ja. hoe voel jij dat dan aan? Nou, was het instinct? Nou, het is, ik dacht eigenlijk: het klopt niet. Uh, <laughs> dus ik keek naar, naar die toespraak. En ik, ik stond echt vooraan in de rij om te zeggen: Jongens, wat een toespraak van die Timmermans. Hebben jullie dat gezien? Dus ik vond dat eerst ook mooi. Maar ik dacht later: dit klopt gewoon helemaal niet. Dit kan niet oké okay zijn. En dan moeten we dit. Want dit was een afscheidsinterview voor hem, omdat hij naar Europa ging. Uh, en ik heb hem vaak. Geïnterviewd. En Frans Timmermans is natuurlijk een man met een groot ego. Maar reken maar, de meeste mensen die. Uh, uh, of de host zelf zijn. of die andere mensen aan die uh, hosttafel, aan die talkshowtafel ontvangen. hebben een groot ego. Weet je, zonder groot ego kun je geen televisieprogramma vullen met allerlei mensen. Want iedereen. Ik bedoel, Freek de Jonge, Peter R. de Vries. ze hebben allemaal. Ze, ze hebben avondvullende ego's. Uh, en, en ja, daarmee maak je ook. Lekkere programma's en, en spannende gesprekken. Ze moeten zo. leveren, zoals ja, dat natuurlijk. Ze mooi En natuurlijk. dat doen ze ook en, altijd. En dat, dat doen ze ook altijd. Dus er was voor mij ook niet een persoonlijke kwestie uh, met hem. Zeker toen niet. Alleen ik werd er achteraf heel chagrijnig van, omdat ik heb hem de volgende dag nog een mail gestuurd. Want hij was meteen weg, terwijl. Toen het programma afgelopen was, zei ik: Frans, zal ik voor jou een glas witte wijn halen? En ja, graag. En, uh, en ik wacht in, in, in de bar op hem en hij, hij, is, uh, hij is via een andere deur naar buiten gegaan. En ik heb hem niet meer gezien. Kwaad. Toen heb ik hem vermoedelijk, toen heb ik hem de volgende ho, ho, dag... ho, ho, dit is nieuw voor mij. Ja. Voor mij heb ik het ook nooit zo verteld. Dus ik weet een beetje hoe dat gaat. Jij drinkt een wijntje mee, soms wel eens twee of soms ook wel eens drie. Zeker. En. Um, uh, normaal ga je dan aan de nabeschouwing. Hè? Dan ben je ook altijd wel eerlijk, toch? Van, Nou, dit ging wel goed, dat ging niet goed. Meestal uh, willen mensen natuurlijk een beetje horen hoe ging het en ja. he, had ik niet meer dit. En ik ben zelf, zeker toen ik met Paul werkte, want dan heb je meteen ja. contact met elkaar. Ja, en dan, wij liepen altijd van ja, hadden we niet eerder zus? misschien iets langer zo. Dat, dat is zo het gaat. Heb jij wel eens bij vraag aan de bar nog een beter interview gehad? Nee, ik heb wel eens aan de, aan de bar dingen gehoord waarvan ik dacht: ...verdorie, waarom wist ik dat niet voordat we begonnen aan het gesprek? Noem maar wel? Nou, ik, ik heb niet, niet echt een voorbeeld paraat, maar soms hoor je iets en je denkt: ah. Oh. Maar je moet je ook realiseren dat die gesprekken aan de bar na afloop ook heel erg bedoeld zijn, met name door politici, om jou nog eventjes iets op een ander te wijzen. Nou, ja. zegt die Henry Bontenbal, daar heb ik toch een verhaal over gehoord, weet je wel, ja. dat soort. En, ja. Dat vond ik altijd leerzaam, want de volgende dag... of soms s'nachts als ik op mijn uh, leraar Duits fietsje terugging... Heb uh, ik dan nog wel eens in de groepsapp, jongens... morgen moeten we toch even die en die bellen... want daar heb ik een verhaal over gehad. Ja. Zo, ja. zo ging dat wel. Ja. Maar goed, even heel, heel... heel want we moeten ook, denk ik, jij hebt de regie, Arno... maar om nou heel lang bij een heel oud interview nou, terug te uh, gaan... Nou, ik, ik, nou? nou, omdat ik... Ja, mijn, mijn these was een beetje dat je toch achter je schermpje... kijkend naar Timmermans uitgeleidend bij Wilders dacht... Mm. Daar ga je weer. There you go again. Nee, dat had ik, eerder, had, ik, had ik eerder wel toen die dat soort opmerkingen maakte over andere slachtoffers van Storm Polly en zo. Weet je wel. Toen dacht ik: There you go again. Daar, daar doe je nu hetzelfde. Kijk, politici gebruiken allemaal uh, burgers. Wij zijn figuranten in hun verhaal. Dus elke politicus zegt: Ik sprak van de week een mevrouw en die zei dit. En ik zat in de taxi bij die, die zei zus. Ik was van de week daar en daar. Toen kwam ik een meneer ja, tegen ja, ja. die. Ja. En dat zijn. In de meeste gevallen, naar mijn stellige overtuiging, figuranten. Klopt, maar jij bent wel de eerste geweest die dit bij Timmermans naar voren heeft gebracht. Ja. En door, jij hebt er wel een stempeltje. Als hij iemand aanhaalde, van, eh, van een stormpolly of wat dan ook, dan denkt iedereen, haha, daar, daar ga ik again. Ja. ja. Dus je hebt hem eigenlijk wel neergezet. Ja, dat is waar. En, um, en de... ach, Ja, ik kijk, ik ben een beetje chagrijnig geworden. Um, ik heb hem de volgende dag een mail gestuurd. En zo. Ja. Frans, um, jammer dat je meteen weg bent gegaan. Vervelend dat er zoveel. Want er was ontzettend veel gedoe daarna. Uh, omdat ja. er allerlei familieregisseurs hebben met alle mensen die betrokken waren bij, uh, bij de mh 17 uh, contact gehad. Want die waren natuurlijk allemaal ongerust. Wat is hier nou werkelijk gebeurd? Uh, uh, en ik heb gezegd, misschien moeten we er nog een keer over praten. Want Ik vind het jammer als we op deze manier uit elkaar gaan. Nou, hij heeft daar niet meer op gereageerd. Ik heb hem later nog een keer een mail gestuurd. Toen, toen een paar weken later, van zullen we nog eens een keer even een, een, een kop koffie drinken om even dat, dat interview na te praten. Heeft hij ook niet op gereageerd. En toen heeft hij later ergens anders gezegd, ja, ik heb me gewoon door iemand laten provoceren. En ja, dat vond ik niet chic. Wat ik niet chic van mezelf vind, is uh, dat ik er te lang over doorga. Weet je wel, ik had het ook gewoon los moeten laten en gewoon moeten denken: oké, okay, klaar. En ga dan niet ook later dat weer een keer roepen ja, maar hebben het er en nou nog weer keer over. Keer ja, en nu hebben we het er weer ja, over. Jawel, maar om, ja. omdat het nu weer een ding werd met Timmermans in dat debat, dacht ik: ik kan het niet onbesproken ja, laten. Ja, maar kijk, het is niet zo dat ik. Um, um, ik, 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 ik vind het lastig, en dat doe ik ook niet, um, uh, lastig om mijn politieke voorkeur kenbaar te maken. Want als je dat doet, dan, um, dan beïnvloed je daarmee ook de positie die je hebt aan een interviewtafel of als je politiek duidelijk of wat dan ook bent. Maar als je toch in alle eerlijkheid kijkt naar de programma's die ik ook na de talkshow heb gemaakt, als, als, als presentator en als interviewer, ja. dan kun je toch zien dat, uh, dat die behoorlijk aan de... Um, nou ja, kant aan staan. de progressieve ja, kant staan. Het ik, is denk niet ook zo juist, dat ik denk ik... ook dat jij PVA GroenLinks kan stemmen... en toch een hekel aan Timmermans kan hebben. Of dat je zijn, zijn falen kan zien en dat ja. je toch links kan zijn. Ja. Dat is mogelijk, toch? Dat, dat is mogelijk. En je ziet trouwens dat van alle politiek leiders... Timmermans de minste voorkeurstemmen heeft gekregen. ook. Maar dat komt misschien ook omdat er heel veel GroenLinksers... niet direct ja. in Timmermans Timmermans zagen. Je moet ook ja. niet vergeten dat Timmermans ja, want er wordt nu gedaan alsof hij zo gewonnen heeft, maar als je het vergelijkt met de verkiezingen die in uh, maart waren voor de provinciale staten, toen hadden allebei de partijen ieder zeven zetels, is veertien dat zou omgerekend 28 in de Tweede Kamer zijn. Dus in die zin hebben ze zelfs verloren. Ja, dat is ja. eigenlijk. Ja. Maar wil je het vertellen waar je op hebt gestemd? Nee, nee, dat begrijp ik wel. <laughs> dat vind ik vind ook niet zo. Wat ik, wat ik wel vind, je was nooit je hing altijd bij BNF. VAR. Je hebt het een keer tegen mij gezegd. Ik ben eigenlijk niet zo'n Vara-man. Want jij was voor mij uitgeleend puur juridisch gezien door de NTR ja, bij precies. Pauw en Witteman. Ja, dus je was toen, waar gaat het over? Maar je was niet, een, had niet een fara stempel Nee, zeker niet. Nee. Uh, het, 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 heel simpel, was het eigenlijk <laughs> zo. Ik kwam, Toch? ik zat bij Nova. En ja. toen we van uh, Nova gingen we Pauw en Witteman doen. En toen uh, ging ik er. Uh, en toen. Uh, toen Moest ik eigenlijk. Um, want toen ging de Vara uit Nova. Nou ja, af en in ieder geval. Ik werd opeens Vara. En toen heb ik nog een gesprek gehad met Frans Klein. Want die was toen nog van, uh, van de Vara, de baas. De personeelsman. Uh, en die haalde uit zijn binnenzak. <laughs> een interview van jaren daarvoor. Nee. Uit, ik geloof, de Krant op Zondag. Dus kan je nagaan hoe lang dat al geleden is. 1991. Uh, waar, waar, waarin ik. Had gezegd in een interviewtje: Ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel met de Fara. En, uh, 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 en al die liedjes die ze gaan zingen, zoals het uh, Morgenrood of zo. Nou, dan moet, je, dan moet je mij allemaal niet meer lastigvallen. of zo. Dus en hij haalde dat er nog uit. en zei: Dat, dat zie ik hier. ben toch, uh, hoezo heb jij niks met de Fara? Nou ja, goed. Maar wacht even. Je zegt nu wat. Ja. Dus de man die nu bij Talpa zit. Ja. Hè, jij hebt het met, met Laurens geregeld. Uh, niet met Frans Klein, toch? De Mar deal? Marco Laurens. Ja. 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 Dan, die, de, deze man heeft jou dus nog met fara tekst om de oor geslagen. Nou ja, en is... er ook op aangesproken. Ja, maar de... dat is ook natuurlijk niet zo gek. Want hij, nou, hij, was, toen de hij was toen de baas van de Fara. En. Uh, en ik kwam toen van de NTR bij de VARA. Toen moet je even zo'n soort kennismakingsgesprek hebben. Maar die... eiste die ook nog een soort partij. Nee, die... nee, 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 helemaal niet. Want hij moest er zelf ook wel om lachen. Maar, maar waarom uh, deed hij dat? Hij, nou ja, je ja, wordt toch ja. ingehuurd omdat je een goede interviewer bent, Groen? Ja, ik weet het niet. Hij vond het leuk om dat nog even te bespreken. En ik vond dat eigenlijk ook wel. Ik moest er verder ook om lachen. Ik zei, nou, dat klopt helemaal, Frans. En ik ken nog steeds die tekst niet. En ik ga ook niet meezingen als het 1 mei is. Nee. Ja. Dus nee, ik, moet het ook nooit lid. ik ben eigenlijk niet lid van de rode familie. Dat kun je toch uh, vaststellen. Ik ben nergens. Ik ben, ik heb, ben, nergens. Uh, nee, ik ben alleen lid ik. van de ANWB. Wel, dat <laughs> ja. weet ik. Maar dit bent dus niet... Nee, ik ben geen lid van de rode familie. Ook niet van de blauwe familie of de groene familie. Ik ben geen lid van een familie. Hoe moeilijk is het voor jou om te stemmen? Je hoeft niet te zeggen wie je doet. Nou, nou, dat is niet zo heel moeilijk, want ik zit wel meestal... ik ben wel als je het zo zou moeten zeggen, ik ben wel lid van de sociaal-liberale, progressieve familie, maar die is vrij, die is natuurlijk vrij breed. En het is voor mij niet zo. Uh, ja, ik heb sowieso grote, uh, diep, diepgewortelde bindingsangst, dus ik zal niet <laughs> snel ergens lid van. Ik ben ook nooit lid geweest van een omroep, dus. Uh... Nou, nou, moet je sta je hier in het script? De omroepen. Ah. Jeroen Pauw. Moet het ja. blijven? Want je, eigenlijk deze vraag was een beetje valsig zeg voor maar, mij. Om je toch in dat vaarwater te duwen van de, en, de enteerisering van het mediapark moet dat niet een beetje worden doorgezet. Moet het niet meer typisch zoals jou komen? Onafhankelijke geesten. Weg met die stempeltjes. Betere vragen. Nou ja, ik denk dat het kijk. Er is net een commissie. Ik weet niet. of je het heel erg? Had, ja, maar ik er Is dat een commissie het... van Geel ook nog? Ja, geweest, ja, ja. En ja. Een, to, to, toch niet. Toch niet al te. Al te. Ja, dat is wild. Nee, maar kijk, die, die meneer Van Geel is natuurlijk vast een vriendelijke man voor de kinderen ook thuis geweest en zo. Maar om nou te zeggen: van, hé, hey, heb we hebben Van Geel, dus de, dat ja. moeten we nu maar volgen. Er komt gewoon een commissie en er is een La. En uh, dat rapport gaat dan in die La. Ja. En, uh, en, maar wat de commissie van Geel heeft gezegd. Uh, en, en dat geldt voor die omroep... en die zitten daar allemaal mee... En, en die hebben het ook echt niet makkelijk daarin... die moeten weer meer hun identiteit tonen. En, uh, en ja. het volgende moment... moeten ze allemaal weer meer gaan samenwerken. En het moment daarna... moeten ze weer allemaal wat meer apart zijn. Dus het is natuurlijk één grote jamboe... en dat is het eigenlijk al twintig jaar of zo. Maar vind jij, want ik ga een citaat van je voorlezen... uit het blad Intermediair Starters. Oh, dat is lang geleden. Als er in Hilversum al ergens stof op waait... Komt dat omdat omroepbaasjes elkaar schouderklopjes geven? Ja, dik Zit Jeroen Pauw. Ja, wanneer was dat? Weet nou, je? dit was dit was ding voor hè? 1999. <laughs> je, je, je zat nog bij, bij, uh, bij RTL. RTL, ja. Um, maar, maar is dit wat je nog steeds vindt? In, um, <laughs> in heel veel opzichten wel, ja. In heel veel opzichten. Kijk, alleen ik ben nu, ik die mensen allemaal wat beter leer kennen. Kijk, er wordt, er wordt nog steeds gekonkeld. Uh, en er wordt op verschillende niveaus ook dat ik denk, ja, klopt allemaal niet. Um, maar je ziet ook dat heel veel mensen die de, de leiding hebben over hun omroep, uh, uh, um, ja, eigenlijk ook niet meer zo. Ze kunnen eigenlijk ook geen kant meer op. Kijk, vroeger had je een avondje avro, om maar wat te noemen. Hè? Of je had de Vara. Of, ja. en, en je kon met de Vara een afspraak maken. Uh, ik noem hem ook. Oh, sorry. Ik sla tegen de microfoon. Ik, uh, ik zou graag uh, ik noem het wel, tien, uh, tien interviews willen doen van een half uur. En dan zegt de fara: Dat willen wij graag. Of andersom: De fara vraagt aan mij: Wil je tien interviews doen van een half uur? Nou, dan gaan we, gaan we daar een, een titel bij verzinnen. En vroeger kon het dan gewoon gemaakt worden. Nu moet de fara maar afwachten. Dan moet het naar een, een of andere programmeertafel toe. Daar zitten, allerlei, -managers. Uh, daar zitten genre managers. En moet, ja. iedereen moet maar wachten of het ja. ervan komt of niet. Nou, dus een laag ertussen? Er is, er is een laag tussen. En er is ook vooral heel veel beslissingssnelheid weggehaald. En het ja. gekke is: als er iets werkelijks gebeurt, waar ik ook nog wel eens bij betrokken ben, bijvoorbeeld. Aardbevingen in Turkije begin dit jaar, 6 februari. En Stormen. daarna ja. een grote uitzending. Ja. Oorlog Oekraïne, daarna een grote ja. uitzending. Dan kan het allemaal wel. Dus, dus zo negatief wil ik niet zijn. Maar in de gewone dagelijkse gang der dingen hebben omroepen steeds minder uh, ja uh, macht gekregen, eigenlijk. Uh, uh, maar er is ook niet iets voor in de plaats gekomen. Maar die omroepen. Moeten die niet gewoon weg en moet dat hele systeem helemaal worden aangepast? Ja, natuurlijk. Het beste zou zijn als je het een beetje. Een leidende vraag. Nee, maar ik ben het ermee eens. Toen ik in 1989 werkte, ik bij de NPO Radio. Dus dat was toen ook BNN en Of Dat was toen BNN en Vara. Dat waren nog losse organisaties. En de NCV werkte ik toen ook nog. Ik was gewoon freelance radiomaker. En toen, euh, toen ging ik dus naar RTL Veronique. het hadden we afscheid, en toen zeiden wij in 1989 van ja jongens, dit kan toch nooit lang nee. meer doorgaan. Nee. Er zal toch iets moeten gebeuren bij de publieke omroep. En ja. er is heel veel gebeurd. En er zijn echt heel veel mensen, dat is namelijk, die allemaal, ook op hogere niveaus, tegen dezelfde frustraties aanlopen. En, en uiteindelijk. Denk ik dat vooral de makers allemaal bij de NPO mensen zijn die begaafd zijn, die zin hebben, die allemaal gewoon lekker willen. Maar die overal tegen allerlei rare ambtelijke muurtjes en dingetjes aanlopen. Maar hoe lang houden we dit nog vol? Ja, nou ja, misschien dat het. Kijk, er komt een nieuwe kabinet. Nu, stel dat er een, een rechtskabinet komt, wat toch wel uh, uh, um, ja, aannemelijk is. Dan uh, denk ik dat er. Er zijn heel veel dingen die door, door Wilders... in de ijskast gezet moeten worden. Hè? Zoals oh, deze. Maar deze, nee. natuurlijk, juist nee. even niet. Want nee. daar vindt, vindt de VVD ook. Volgens mij. Uh, ja. ja, zeker. Dus ik ja. denk dat, dat als er een rechtskabinet komt. Dat, dat de publieke omroep daar wel uh, de, de bittere vruchten van zal proeven. Ja. En dat vinden we eigenlijk wel leuk. Dit nou, ik vind het niet leuk als er, uh, als er allerlei nare dingen gebeuren, maar als dat tot iets leidt, waardoor je misschien een betere publieke omroep kan maken, vind ik het wel leuk. Ja. En hoe ziet hij er dan uit? Jouw ideaal, jij bent ze, ze bellen jou op ze nou, zeggen, ja. Nou, Paul. Je mag minister van uh, omroep worden voor het staatssecretaris van, van mediazaken. Ik weet niet of dat ik zou zeggen twee in plaats van drie zenders en um, um, en. Proberen de publieke, ik zou in ieder geval zeggen: laten we de publieke taak eerst eens even definiëren met ja. elkaar. Wat vinden wij nu eigenlijk als, als politiek een publieke taak? Welke taak hebben wij die niet door anderen vervuld kunnen worden? Nou, dat, dat kan misschien zijn. Dat weet je ook vaak wel. Um, commercie bepaalt dingen. Hè? Dus, dus de, de hits worden gedraaid uh, op de zenders. Maar misschien een stimulans voor uh, Nederlandse cultuur en Nederlandse popmuziek en wat dan ook. Dat zou een publieke taak kunnen zijn als het over radio gaat. Uh, niet door uh, reclame beïnvloede nieuwsvoorziening zou je ook een publieke taak kunnen noemen. Die uh, past bij, uh, bij publieke radio en pu bij publieke televisie. Nou. Um, uh, opinie en debat zou je ook een publieke taak uh, kunnen noemen. Zie, zie jij zelf daar een rol in? Hè, bij nee, eigenlijk? helemaal niet. Nee, nee, echt niet. Nee, maar niet de soort... Oh, want je coacht nee. wel presentatoren. zou je een soort de taak, Nee, doen? nee, nee. Ik ben toen ik... ik maar waarom eigenlijk niet? Nou, ik ben toen ik... Uh, uh, in 2000 ben ik gevraagd door de toenmalige directeur van RTL, uh, Pieter Porsius, uh, of ik um, de hoofdredacteur... Of ik ervoor in was om de hoofdredacteur Rick Rensen, die toen had aangekondigd, weg te willen. Of ik die zou willen... Uh, of ik zijn baan zou willen overnemen. <tankt> toen heb ik daar niet zo heel lang over na hoeven denken. En gedacht, dat moet ik niet doen. Dat is niet leuk voor mij. Toen is uiteindelijk Harm Tazelaar, die al adjunct-hoofdredacteur was, de hoofdredacteur geworden van RTL Nieuws. En die heeft toen aan mij gevraagd, wil je mijn adjunct worden? Wil jij samen met mij dit doen? En dan ga jij je meer richten op het bedenken van journalistieke programma's die voortkomen uit het RTL Nieuws. En waarmee we zeg maar, onze positie wat verstevigen. En toen dacht ik eigenlijk, misschien moet ik het zelf gaan doen. En, eh, en toen ben ik dus met het bedrijfje TVBV eh, be begonnen. Omdat ik dacht, dat is eigenlijk leuker. Want dan is, ik zit toch altijd vast aan die nieuwspoot dan. Terwijl er ja. ook allerlei dingen zijn. En als nu twee mensen tegen mij zeggen... wordt het niet eens tijd dat je wat anders gaat doen. Want zo voelde ik het ook een beetje. Dacht ik, ja oké, okay, schop onder mijn kont. Prima, ik ga het doen. Ja, nou, je, je volgt het, het script helemaal, Jeroen. Dit is oh ja? een, dat is niet te geloven. <laughs> uh, wat was het leukste programma wat je daarvoor, TVBV, hebt gemaakt? Het spannende... we gaan natuurlijk zo naar de ja, affaires. Ja. Het spannende programma vond ik Pauw in Panama. Dat was de eerste talkshow die ik toen mocht maken. Dat kwam voort uit Club Panama. Tenminste, daar, daar maakten we het. Um, dat was voor het eerst dat ik voelde dat ik. Uh, ook al wist ik eigenlijk niet precies wat het was. Maar dat ik iets van producent was. Maar namelijk dat ik me heel erg verantwoordelijk voelde voor alles. En het was een talkshow die ik zelf... Welk jaar uh, was dit? Uh, had bedacht. Wat zei je? Welk jaar? Uh, ja, ik denk... Uh, 2003, 2004? Ja, zoiets. Ik denk iets eerder nog. Ik denk 2002, 2003, Panama. Denk ik zoiets. Dus, nou, maar ik weet het eigenlijk niet Nee, precies. Nee, precies. Maar, maar in wel de begin, begin jaren, in het beginjaar. In het beginjaar ja, van ja, deze eeuw. Ja, ja. En uh, waar drie verschillende settingen. Uh, Peter, of oh sorry, Theo leefde nog. Theo van Roog, die was er ook. Dus. Moet ja. voor 2004 zijn geweest dan? Ja, ja, daarom. Dus het is het begin deze eeuw, echt. En. Um uh, en, en ik weet wel dat ik dus daar rondliep en dacht, oh, alles dan moet ik ook op allerlei dingen letten. Of het licht wel goed is, en weet ik veel wat en zo. En dat ik vlak voordat wij dat, dat ik de uitzending moest gaan doen en dat allemaal moest opnemen, liep ik nog even langs de wc's en was ik nog de wc's aan het doorspoelen. Omdat ik dacht, zo zou je op van de nou, dat was Nou, dat wilde ik niet ja. zeggen. Ja. Dus je, maar hij, 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 je was nooit in de leer geweest bij deze nee, mannen. Nee, maar ik dacht, er komen dus straks mensen. En die moeten, want dat is altijd zo. Als, als, als er een opname is. of als er een live uitzending is. gasten moeten altijd van tevoren nog even naar de play. Dus ik dacht, ik wil even kijken. als ik daar zo. Straks komt er een gast van mij. en je ziet daar zo'n hele vieze wc of wat dan ook. Ik loop even langs die wc's. om te kijken of al die wc's. Wel, maar joh, dit is. opmerk dat je dit stelt. Ja. Maar heb je ooit in een horeca gewerkt of zo? Waar zit uh, dat? Waar komt het uit voort? Is dit. Is, nou ja, dit was verantwoordelijkheidsgevoel. Ik dacht, dit is allemaal, dit is het programma wat wij nu produceren. Ik moet zorgen dat alles goed is. Uh, ik kijk nog even of de wc's... En ben je dan ja. net zo onhebbelijk als Jan van Ende? Nee, ik geloof niet dat ik zo onhebbelijk ben. Nee, maar die ging toch al met zijn vinger langs de dingen en zo? Oh ja, nee, maar dat zou ik niet doen. Het is meer dat ik dacht, straks is er een gast... en die, die is al een beetje zenuwachtig, die komt op een plee... en ligt er een drol. Ik noem maar wat, weet je wel. Ik denk, ik wil in ieder geval kijken wat ik kan voorkomen en ik heb dat later ook echt niet meer gedaan. Alleen als jij mij vraagt van wat was nou dat dat moment bij TV Ja, dacht van, dan dacht ik ja dat was eigenlijk dat programma omdat ik toen dacht dat ik normaliter moet je natuurlijk als host van een, van een talkshow gewoon bezig zijn met je gasten met uh, met het nieuws en uh, loopt alles wel lekker. Maar nee, ik ging ook nog even kijken of de, of hoe het met de plays was. Dat is wel leuk. Oké, okay, dat okay. bedrijf heb je gehad. Had je een 25% belang in, volgens mij, want ja. ik heb gededuceerd het alle stukjes. Ja? Nee, ja, tot dat... 2018 heb je dat samen uitgevend met drie nee. andere mensen. Ja, niet helemaal zo. Uh, want dat, dat belang uh, is in um, een aantal tranches verkocht. Dus het was niet zo dat ik tot 2018 25% oh, okay. van, het, uh, van het belang okay. had. Het was eigenlijk dat na 2018 er helemaal niets meer van mij was. Precies. Um, in 2018 ging je naar Animal toe. In, in zijn geheel, ja. En toen was het weg. En hoe ja. je, vertel daar nou wat over die padjes. partjes in, hoe, hoe, Wat levert dat eigenlijk op? Ben je, daar, ben je daar open? Wil je daar open over zijn? Nou, ik, ik wil er wel open over zijn dat ik uh, dat ik er wel. Uh, ik heb er wel best wel veel geld mee verdiend. Ik denk uh, dat ik dat wel zo mag zeggen, ja. Ja, maar kun je daar een bedrag aan plakken? Want je hebt het. Je bent een keer in het blad Linda heb je de behoorlijk Open was je erover, nee. ook wat je aan vastgoedportofijnen over hebt gehad. Maar wat, hoe ging dat dan? In die, en aan wie verkocht je dat dan? Die partjes? Nee, nou kijk, ik, ik heb een beetje een saai verhaal voor jou, maar dat moet ik toch zeggen. Ja, dat vind ik um, er, is, er is op een gegeven moment. Uh, kijk, ik moet eigenlijk één stap terug. Om het even, okay. om het even in alle eerlijkheid ja. goed te vertellen. Kijk. Jij hebt er zelfs ooit nog eens een keer een, een column van je aangeweid. dat je mij kende uit de tijd van waar je net het fragmentje van voor uit was dat, de, dat, de de ik, tijd. Uh, dat ik nooit een rekening stuurde. Dat was zo. Nou, ik, dat kan ik bij deze nogmaals. Ik was toen hoofdrechter van Intermediaire starters. En ja. ik ging naar weg en toen ging ik naar quote toe en toen belde de boekhouder mij, toen ik al denk ik drie maanden bij quote zat, wat doen we met, het, met die pauw? Want die gast heeft nog nooit één rekening gestuurd. En dat, ik geloof. Je, het was 5000 gulden of zo. Ja. Toen best geld, denk ik, ook voor ja, jou, want jij presteerde ja, toen het nieuws. Ja, zeker. Maar, Waarom uh, stuurde je dat eigenlijk niet? Nou, omdat ik... Het <laughs> eigenlijk... boeide oh, je nou. niet. Ik, nou, en... De... Ja, jij gelooft me toch niet. Maar ik, ik zal een poging doen om het eerlijk te zeggen. Ik wist eigenlijk ook niet zo goed. Want ik dacht, wat moet je dan allemaal in zo'n rekening zetten? En zo, weet je wel. En wat moet je dan allemaal doen? Serieus. Was je een klus? Dus, uh, ik ben sowieso een ontzettende kluns. Ik heb ook, hoe noem je dat, salaris. Dat er beslag op je salaris wordt gelegd... omdat je rekeningen niet goed betaald hebt en zo. Dat had ik ook al bij RTL. Beslag op je salaris? Ja, dus dan wordt er voor een deel... Loonbeslag heette dat. Had je schulden? Nou ja, of dingen die in ieder geval niet betaald waren. Bij de fiscus? Nee, niet bij de fiscus, maar bij een... Of misschien wel bij de fiscus, ik heb geen idee. Dus op moment. wacht nou even, Jeroen Pauw. Je bent een serieuze man... Een ja. goed verstand. Ja. En je had dus. Ik heb het over de vorige eeuw, hè? Dat, dat begrijp ik, maar. Ja, bij RTL verdiende je toch normaal geld. Ik, was ik verdiende bij RTL normaal geld, maar. Ik verdiende bij RTL ook gewoon. Um, uh, <laughs> daar, weet je wel, dat werd, daar werd de belasting afgehouden. En dat krijg je gewoon op je. Was uh, je een big spender? Op je, op je. Nee, want ik woonde gewoon op een, op een klein bootje. En later op een iets groter bootje. Dus dat, uh, dat, dat, was allemaal, dat was het allemaal niet. Maar ik heb gewoon nooit zo goed op mijn geld gelet. En ik heb nog steeds. Vind ik het verschrikkelijk. Als er een um, er ligt op mijn bureau, liggen allemaal, alles, alle, alle enveloppen gaan niet open, het liefst. Weet je. En die gaan dan in een plastic tas. En ik heb dan nu een, al een paar jaar een oud, oud collega van mijn vrouw die dan voor mij dat doet. En dan mij af en toe zegt, Jeroen, je moet even dit nog betalen of je moet even dit nog regelen. En de rest heeft ze dan allemaal al geautomatiseerd. Dus toen ik in uh, 1999 of zo. Peter Adrichem ontmoeten, dat is dus degene met wie ik later dat bedrijfje ben begonnen, of eigenlijk hij met mij, want ik had daar natuurlijk ook, ook daar geen idee van. Die zei toen tegen mij, ja jij bent echt gek, wat ben jij nou aan het doen? Ik had toen een klus gedaan voor, voor John de Mol, waarin mij gevraagd werd of ik allerlei mensen wilde helpen met de basics voor interviewen bij de afdeling informatie van John de Mol. En toen vroeg hij aan mij in het café, wat heb je daar eigenlijk voor gekregen? Ik zeg nou. Ik heb het voor niks gedaan. Hij zei voor niks gedaan. Ik zeg, ja, maar god, wat moet je nou vragen? En uh, ik, ik durf dat allemaal niet. En, uh, maar waar komt uh, dat uit voort, Jeroen? Nou, kijk... Dit is je... je werk, hè? Ja, serieus. Dit maar is kijk, wat, jij, wat, ja, wat maar... jou maakt dat je bent. Daar moet je toch ja. gewoon geld voor vragen? Nee, nee, dat is ook zo. Maar daar heb, ik dus, uh, daar heb ik dus iemand voor gevraagd... omdat ik dat niet fijn vind om te doen. Als jij mij vraagt... Stel dat jij mij zou vragen, Jeroen... Ik zit hier bij Podimo. Uh, Jeroen, ik, ik, moet, uh, ik, ik krijg hier een, uh, de vraag of ik zes interviews wil maken. Ik, Mark Koster bedoel ik. En, uh, maar ik durf niks te vragen. Wat zal ik vragen? En dan kan ik dat nog wat doen. Dan kan ik zeggen: jongens, ik kom even voor Mark Koster een afspraak maken. Want die, uh, die moet zes die is een interviews. Beetje, maken. On, die is een beetje surreal. Over mezelf vind ik het ongemakkelijk. Heb je een manager? Eh... Uh, um, nou, eigenlijk is Peter Aniger mijn manager. In de zin dat ik aan Peter vraag van... Uh, wat... En daar heb ik ongelooflijk veel geluk mee gehad. Nog steeds? Want, want, uh, ja. Oké. Okay. Ja, dus ik vraag aan Peter van, uh, weet jij eigenlijk uh, hoe het zit? Of, uh... <laughs> en dat is mijn grote geluk geweest in heel veel opzichten. Uh, dat ik mij er nooit, nooit mee bezig heb hoeven houden. Ik heb in, jouw, in het voorbeeld van net... Wel de wc's doorgespoeld, maar ik heb nooit met iemand gezeten van welke omroep dan ook om te praten over wat iets kost of uh, hoe, hoeveel. Ik geloof je, ik geloof ja. je. Ja, het is wel relevant waarom je dit vertelt, ja. want we komen natuurlijk zo op het andere. Um, dit was een, een, eigenlijk een, een sidestep om te vertellen dat je uh, het in, in padjes hebt verkocht. Het bedrag heb je nog niet genoemd. Nee, het bedrag heb ik je niet genoemd, want. Um, uh, die, die deal die er was, daar zat wel een, uh, daar zat wel een, uh, een afspraak bij. Um, en ik weet niet hoe streng die is, maar ik hou me er maar wel aan. Van we hoeven dit soort dingen allemaal niet naar buiten te brengen. Dat gebeurt ja. natuurlijk wel vaker dat je zegt, we gaan het niet doen. Maar neem van mij aan, ik, heb gewoon, ik ben gewoon iemand die rijk is. Maar 5 miljoen, 10 miljoen? Nee, geen 10 miljoen, ook geen 5 miljoen. Maar oh. ik denk met de huizen en alles erbij. Maar is... uh, weet je, dus als ik zeg maar. Uh, Alles en, liquideer. Uh, ja, dan denk ik misschien uh, tussen de 4 en de 5 miljoen. Maar dat is niet. Maar dat is natuurlijk niet alleen maar van dat bedrijf. Dat is natuurlijk ook gewoon omdat ik ik denk zeker dat ik al een miljoen heb verdiend uh, gewoon in de loop der tijd aan huizen. Maar ja, misschien door een voor... huis koopt en daarna weer verkoopt. Ja, maar dan dat vind ik niet super rijk. Begrijp je? Het is. Je bent rijk in nee, ik in, ben ook... in het grote geheel van de wereld. En ook in Nederland boer je, je tot de rijkeren, maar je bent niet een mediaman die 40 miljoen er aan over heeft gehouden. En nee, daar had je nee. natuurlijk wel gekund. Nee, maar ik heb... Uh, ik, ik ben... Uh, ja, oké. Okay. Je hebt gelijk. Ik ben niet superrijk. Je kunt zien aan al die mensen die uh, grote... Harry de Winters en John ja. de Mols en, uh, en zo. Dat is waar. Maar had je gedacht dat ik dat wel was? Nee. Nou, ik, ik had je toch iets geraffineerder ingeschat. Maar daar, daar komen al die volgende vragen over. Um, je verkoopt het. Dus Peter verkoopt dat en jij krijgt je deel gestort. Dus moet ik het zo zien? Ja, zo moet je het zien. Ja, hij heeft toen dus het Peter is de handige jongen. Ja. En, en, en Jeroen. En ja, maar ja, als handige jongen is een beetje onaardig gezegd. Maar Peter oh. weet het gewoon allemaal. Peter okay. zegt: je moet dit doen, je moet dat doen. Je okay. moet een bv beginnen, je moet zo ja. doen, je moet zo doen. Nou dan zeg oké. Oké. Dan doe ik dat. In 2018 ga je naar N-Mol met TVBV. Nee. Nee, wij zaten al bij. Uh, wij zaten al veel eerder. Ja, ja, precies. Dat he, okay. Wij, zaten daar al. wij dan, maakten dan... al deel uit van die hele organisatie. In 2018 was het helemaal 100%. Ja, maar, maar, ja toen, toen waren gewoon die aandelen weg. Maar kijk, wij zaten al veel eerder, maakten wij als TVBV deel uit van een groter bedrijf. En dat was ook namelijk het grote voordeel van de samenwerking vanaf het begin. Want kijk, als je een programma verkoopt. Uh, stel je verkoopt één programma, dan werken daar zes mensen aan. Ik noem maar even wat. Gedurende een periode van 14 ja, weken. Precies. Um, uh, dan kom, komt er toevallig nog een programma aan. Dus dan heb je twaalf mensen en, en die tijd over, overlapt een beetje. Um, dan moeten we ook iemand hebben die de telefoon opneemt. Ja. En, um, ja, maar en hoe groot is het kantoor dan wat we gaan huren? Dus wat wij konden doen vanaf het allereerste begin was een samenwerking aangaan met Endemol, als moedermaatschappij. Waardoor wij daar huurden. En dat betekende dat als we veel kantoorruimte nodig hadden. konden we meer kantoorruimte overnemen. Ja. En hadden we minder, minder. En er was altijd ja. iemand van Endemol die, die zag. Hé, hey, als het groene lampje brandt. Ik zeg maar even, ik weet niet precies welke kleur lampjes het waren. Maar dan is het TVBV. En als het rode lampje brandt, dan is het Endemol. Weet je wel? Dus zo, zo, nee, zo maar werd dat ik, gedaan. Het is ook, ik begrijp het helemaal. Ja. Um, in 2000, maar goed, in 2018. He, was je eigenlijk van je bedrijf af? Ja. Of zag je dat zo niet meer? Nou, ik eerlijk. Want je gezegd, keerde je als directeur uh, dan wat uit. Dat ja. deed Peter, die stortte ja. maandelijks geld ja. op je rekening. Ja, nou, ja, jaarlijks. Ja, maandelijks een salaris. Maar ik was eigenlijk al veel eerder van het, van het, van het bedrijf af voor mijn gevoel in dat opzicht. En, uh, dat is eigenlijk begonnen. Uh, toen ik samen met Paul Witteman de talkshow ging doen, dat was wel een soort, als je ja, noemde net het mooie begrip decisive moment. Dat was wel een soort decisive moment Aha, okay. uh, voor mij. Want, uh, nou, hebben we hebben het over 2009. Uh, ja, zoiets denk ik of 2008 ja. of, of in ieder geval in die periode. Ja. En dat was wel omdat ik dus die dingen die ik eerst gedaan had en we hebben lijst nul gemaakt met Katja en Richard, allemaal dingen die ik heel leuk vond om te bedenken, mee ja. te bedenken, te gaan nou, maken en zo. Ja. Maar uh, toen ging ik bij Nova werken. Uh, naast BNN. En uh, vanuit uh, Nova. Uh, kwam toen. Uh, de kans om. Paul en Witteman te gaan maken. Uh, tenminste. Toen gingen Barenten en Van Dorp. gingen weg. En toen dachten wij. Dit moeten wij doen, Paul en ik. Toen dacht ik wel. Dit wordt mijn leven. Want uh, dat waren ook gewoon. tien maanden lang. Uh, was dat elke dag talkshow. Hè? Dat ja. was niet. Uh, nou ja, dan... ik heb je daar was al aan het werk gezien. Ja. Je, je, je was voor mij. Vro erg vroeg bij zochtend. Ja. He? appen. Ja. En je staat de hele dag aan. Natuurlijk. Is staat de hele dag aan. Ja. Ja, dus dat, dat is natuurlijk eigenlijk, uh, sommige mensen kunnen het zelfs niet combineren met een gezinsleven, waar ik gelukkig geen, uh, <laughs> ik was gelukkig niet in de gezinsvuik gezwommen, dus dat, daar had ik gelukkig geen problemen mee, maar ik zat nog wel met. Dus ik heb eigenlijk toen al afscheid genomen van TVBV in het hoofd, ja. als van, ja. daar ben ik niet meer bij. Jongens, okay. hè? Dat, okay. is, dat, is, dat is dat, maar dit is leuker, want dat vond ik ook. Dit ja. is leuker, dit wil ik gewoon doen. Oké, okay. begrijp ik. Dus ja. toen, feitelijk, was je er al in 2009 klaar met TVBV. Ja, in de zin dat ik er niet echt meer veel voor deed, gewoon ook. Want ik nee. was gewoon ergens anders. Dat begrijp ik. Um, het werd toch weer relevant, TVBV. En nu komen we tot een affaire waar, ja, waar, waar, waar natuurlijk deze zomer of vorige zomer. Allerlei uh, stukjes over schenen, um, verhalen, Vrij Nederland, um, NRC, um, waarin de stelling werd geponeerd dat jij en ook Peter, maar je hebt nu een hele lange aanloop verteld, jouw relatie tussen Peter en, en jou, ja, je gaat nou een beetje zo onderuit zitten. Nee, ja. um, wa waarin, waarin het eindigt in 2019, hè? het was Pauw en Witteman. daarna ging je alleen door, dat stopt in 2019. Pauw als talkshow. En de, dan komt er het moment dat TVBV zich naar voren schuift om het tijdslot van op één te gaan doen. Ja, en in die ik... groep, er is een e-mail gestuurd ja. waarin wordt eigenlijk gezegd, nou Jeroen stopte mee. He, je hebt dat hier in de kop van, van, van deze show verteld waarom hij ermee stopte. Steeds he. herhalingsoefeningen. Toen werd er gezegd nou dat is allemaal best dat Jeroen stopt maar dan willen wij dat doen want er zou een koppelverkopen zijn. Van, ja, ik, heb, ik heb hier letterlijke tekst. Ja. Jij hebt het altijd bestreden. Ja. En, en nog steeds hoor, geen zorgen. Dat begrijp ik. Ja. Maar als ik die tekst lees. Ja, we kunnen naar nou die tekst nog een keer doen. Ja. Maar waarom heb je dat? Want, wat maakt dat trouwens uit? Dat Peter dat probeerde? Nee, maar kijk, wat ik vooral. wat ik het allerbelangrijkste vond en vind om te bestrijden en dat zal ik ook doen tot op de dag tot mijn laatste snik. Nee, maar is dit element en dat is het element dat ik en dat wordt dus dat is ook gesuggereerd door NRC, misschien ook wel door jullie, dat weet ik niet meer zo goed. Maar in ieder geval dat oh, door mij ik, zeker en door jou dat ik um, ben gestopt met de talkshow omdat ik niet voldoende geld zou verdienen. Of omdat er niet voldoende geld zou worden gegenereerd door TVBV. En dat is niet zo. Ik ben echt gestopt met de talkshow omdat ik wat anders wilde. Dat en, klopt. En, en, en dat, dat geloof ik om, meteen. Dat moment van stoppen was een beetje lastig uit te leggen... omdat Eva Jinek toen uh, wegging. Dat was voor mij de reden om iets eerder te stoppen. Anders was ik een half jaar later gestopt. Dan had ik precies ja. 15 jaar volgemaakt. Maar dat kon niet naar buiten. Want Eva wilde dat op een later moment naar buiten ja. brengen. Wat ik ook snapte en zo. <coughs> In die tussentijd werd er al, omdat gewoon een contract voor een, voor een aantal jaren is, werd er alweer gesproken met BNM Vara, door Peter, um, over wat gaan, we, wat gaan we verder doen. Ja. Toen hebben wij, toen, nou Peter, dat is zijn werk, die probeert daar zo groot mogelijk vangst voor het bedrijf te maken. Prima. Dus die zegt, ik wil dit en ik wil dat en ik vind dat we eigenlijk ook zus moeten doen en zo moeten doen. Um, en in die tussentijd, terwijl hij daarmee bezig was, uh, en hij dat dus al wel had uh, uh, verstuurd of, of, of voorgesteld aan de aan de directie van, uh, van de Fara, ontstond deze situatie. De situatie: Eva gaat naar RTL toe. Ik heb niet zoveel zin om nog langer door te gaan. Uh, dus. De VARA heeft gezegd, en ook heel logisch, van ja, maar uh, dit kan allemaal niet. mocht niet, uh, we, nee, volgens jullie, de wetgeving. Nee, precies, wat jullie vragen hier, deze, ja. deze koppeling. Zal ik hem voorlezen? Ja. Nou, ja, ja, Indien mag. A, Jeroen besluit om de daily, dat gaat dan over jouw programma, ja. na Medio 220, niets meer te willen doen, dan gaan we met Jeroen B, een andere programma serie maken voor BNNVARA. TVBV zal daarvan C Producent zijn. Begrijp jij dat als ik dit lees, ja. dat dit <coughs> lijkt op koppelverkoop, Jeroen? Nee, maar kijk, dat is, dat zeker. Namelijk als je zegt van wij, wij waren dus producenten voor een deel bij het programma Pauw. Ja, dat TVBV bedoel ik. Ja, dus TVBV produceerde voor een deel mee aan, aan het programma Pauw. Als Pauw straks niet doorgaat, dan moeten we dus kijken. Hè, als dat ophoudt, ja, ja. ik, ik zeg, probeer het even in eigen woorden te, 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 te samen te vatten wat jij net zei. Dan willen we een ander programma maken, maar ook wel weer met een aantal mensen precies. meenemen. Dus dat willen we dan ook wel produceren. En wat, ja. was, wat was de derde ding? Waarvan TVBW zal daarvan C-producent zijn. Ja, nou, precies. Maar pas. ik vind het volkomen als handelsman vind ik het ja. een volkomen logische tactiek van Adrie Gem. Ja, ik ook. Trouwens. Uh, en het grappige. Maar onze ja. stelling was, of mijn stelling, maar misschien, ja. eh, is dat er een koppelverkoop werd gedaan. Ja, maar kijk, het is dus. Niet... Maar waarom bestrijd nee, jij uh, dat? Nou, dat wat heb ik... ik nooit begrepen. Nee, maar wat ik bestrijd is dat het dus niet zo is dat als dat niet gebeurt, dat ik dan dus niet zou presenteren. Want dat is namelijk niet gebeurd en ik wilde gewoon presenteren. Begrijp je? Ja. Dus, ja. dus daar, die koppeling is niet twee. Kijk, waarom worden zoveel programma's die ik presenteer door TVBV geproduceerd. Daar is de, de meest simpele verklaring voor, omdat het ideeën van mij zijn, ja. omdat het ideeën van ons bedrijf zijn. Het is zelfs zo, ik heb ze niet paraat, maar ik kan ze je nog wel opsturen, dat de VARA aan ons gevraagd heeft, ons is dan TVBV, zouden jullie dit programma kunnen produceren? Ja. Want wij hebben er geen mensen voor. Maar we willen wel graag dat dat programma er komt. Maar dat is dus, allemaal logisch. Dus, dus, um, dus dat die koppeling er tussen mij en TVBV is, is logisch. Dat die koppeling uh, uh, misschien niet altijd kan, is prima. Er is nu net, <tossimus> dat zou je vermoedelijk wel gelezen hebben, een onderzoek geweest van uh, Forensic van KPMG. Die hebben deze hele zaak uh, bekeken. Niet alleen deze zaak, maar allerlei andere kwesties die er speelden. En die hebben uh, vorige week, um, uh, ze hebben dat rapport dus ingeleverd bij het Commissariaat voor de Media. En die heeft vorige week dat, dat rapport overhandigd aan de... Minister of staatssecretaris, ik heb eigenlijk geen idee, maar in ieder geval aan iemand in Den Haag, waaruit ook, uh, waarbij gezegd wordt: er is niets onreglementairs gebeurd. En voor mij, ik snap heus, het is leuk om dat soort dingen te, aan te zetten. Weet je, dat heb, dat heb ik jou ook wel eens verweten. Dat doe jij ook, uh, jegens mij. Vind ik vaak. Vervelend. Dat weet ik, Jeroen. Dat weet ik. Maar ook, maar dit, het, maar dit maar dit ook is als het wat, niet klopt. Weet je? Ja, maar wat ik nu voorlees klopt. Ja, dit komt nee, uit dat de e-mail. Ja, ja, precies. En daar stond nog meer in. Er stond in een, een afzetgarantie ja. van een half miljoen. Ja. Er stond in dat de, de 10%. Nee, er stond er bij. allemaal in. En dat is dat ik heb ook niet ontkend. En niemand heeft ontkend dat je hij. Je kan het niet ontkennen. Staan. Nee, nee, maar ik bedoel, dat is ook niet. Maar het hele verhaal is wel. Het is niet gebeurd. Dat is waar. Er is dus iets. En dat zo heb ik mij daar altijd in opgesteld. Peter is iemand die zegt: uh, uh, Als je mijn auto wil kopen, nou, doe maar 100. En jij zegt: Ja, maar ik vind het niet meer dan 40. En dan komen jullie misschien ergens op ja. 60 uit. Ja. Of zo. En dat, dat, is, dat was is, een onderhandelingsdocument, dat zeg is, je eigenlijk. Nou, het was geen, was geen afspraak. Het was een voorstel. Ja. En dat voorstel is door, in dit geval, door, door BNN Vara uh, uh, naar, naar, naar de prullenbak geweest. Wat vind je ervan dat ze dat deden? Nou, ja. Ik vond het niet meer. Toch echt voor het hele verhaal. Ik vond dat niet meer zo belangrijk... omdat de situatie in de tussentijd was veranderd... dat ik helemaal geen dagelijkse zo meer wilde doen. Dus ik dacht, nou ja, weet je, we moeten toch sowieso iets anders verzinnen. Ja. ja. Maar waarom ben je er zo, zo picky op? Nou, kijk, ik, 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 ik begrijp dat niet. Ik heb dat niet zo begrepen. Waarom ben je er zo... Want dit zijn gewoon harde feiten. Ja, doen. maar kijk. Ik ben... Um, ik... ik ik ben, kijk, er kan mij allerlei macht worden toegedicht door, door, door iedereen en zo. Maar dat is niet, daarmee is het niet zo dat diegene um, een soort van onkwetsbaarheid heeft of zo. Weet je, dus ik vind het gewoon vervelend als er op sommige podia, bijvoorbeeld het um, podium waar jij op staat van de NVJ uh, of in Vrij Nederland, verhalen worden geschreven die gewoon aantoonbaar onjuist zijn, maar mij toch beschadigen. In welk opzicht beschadigt het jou? Nou, als jij in een column in de NVJ schrijft dat, uh, dat ik de producent ben van een uh, debat, een debat wat in maart is uitgezonden, dus, uh, en dat ik daar de producent van ben, en dat, dat, dat ik daardoor ook in de volgende zin een hebberige producent ben, en in de volgende zin dat het in Italië zelfs, in Sicilië, maffia, niet eens zou gebeuren, terwijl ik niet de producent ben, ik gewoon gevraagd ben door de VARA... of ik een debat wil leiden. Dan vind ik dat beschadigend. Ja, maar Want dan, eigenlijk dan is, zeg dan, jij als, van. Ja, dat dan, dan is, dan is onzin. Dan, dan, als ik dat zo geschreven heb, dan neem ik dat nu meteen terug. Ja, maar wat ik dan denk, jij kent mij, jij hebt mijn nummer. Jij kan natuurlijk zeggen: Hé hey Jeroen, hoe zit dat? Produceer jij dat, uh, produceer jij dat debat? Dan zou ik zeggen: Nee, Mark. Ik zou waarschijnlijk nog tegen jou zeggen: Helaas niet. Maar we hebben ooit de afspraak gemaakt: die politieke debatten die ik zelf presenteer, die gaan wij niet produceren. Dus dat doe ik niet. Maar het staat okay. er wel. Ja. De, ik heb ooit, als ik dat voorbeeld toch even mag noemen, dat gaat niet over jou, maar over Vrij Nederland. Dat ik, waar, ik heb vroeger uh, uh, nog wel eens de hoofdredacteur van Vrij Nederland ontmoet. En dat vond ik toen nog een hele. Uh, Joop van Tijn, een hele belevenis. Dat vond ik dan wel eens op. Er ja, was wel iemand. Er was wel iemand. Ja, weet je? dan uh, sprak je met het dus, uh, linkse dus, geweten. Nou ja, maar het had wel een soort, soort journalistieke autoriteit. Uh, dat, dat is natuurlijk wel een beetje verdwenen bij Vrij Nederland. Maar, sneer. Nou ja, sneer. En ook een gemeende sneer. Ja. Ja, want ik vind gewoon. Uh, uh, ik vind gewoon de praktijken die, die daar. Uh, journalistieke praktijken van Vrij Nederland, vind ik ver uit beneden pijl. Uh, als het gaat over stukjes die er over mij geschreven worden. Wat vond je dan precies beneden pijl? Leg ik nou zal je uit. een voorbeeld geven. Ik, heb een, ik ben bevriend. Uh, zoals je wel vaker bevriend raakt met mensen met wie je werkt... met Sibrand Nies Sibrand Nies is een presentator bij Max ergens in de middag. Je houdt het script zo goed bezig. Er Serieus? staat hier botenaffaire. Nou, die botenaffaire wilde ik daar ja. nou eens noemen. Dat, denk, dat is nou goed dat je daar komt. Ja, die ik heb het zo opgezet dat ik dacht... we trechten in een loks naar de boot. Ja, Oké, okay. die boot. Ik heb dus... Een even misschien voor de luisteraars. Je moet even uitleggen waar dit over gaat. He. Ja, dat ga ik nu doen. Ja, okay, ja. ik, heb dus een, ik had dus een bootje. En dat bootje was niet zo groot, was 7,70 meter. 70. Uh, ik zeg het er maar even bij, want het werd in vrij Nederland als dus een soort schip ge ge gebracht. Ja, zelfs en, met, uh, met, met, met de titel erbij, hoe heet het? Ja. The White Man? Ja, de ja, White Verno Man. Vernoemd naar Paul Witteman. Naar nou, Paul Witteman, dat ja. vond ik zo leuk. Ja. Uh, ja, ik had een ja. bootje en ik dacht, dan ben ik toch met de White Man nog in het weekend. <laughs> Weet je wel, zo, dat was een beetje de, de kinderachtige lol van mijzelf. Ja. Maar goed, ik heb dat bootje uh, en ik wilde een grotere boot kopen, waar je, wat, waar je echt wat beter op kon slapen en ook nog eens mee op vakantie kon voor een week of wat dan ook. Dus ik zei tegen Sibrand: uh, Ik ga dat, uh, dat die, de White Man ga ik verkopen, want ik ga een andere boot kopen. Sibrand vraagt aan mij: Weet jij, uh, zou dat wat voor Jan Slachter zijn? Want die had tegen mij gezegd dat hij wel een bootje wil hebben. Ik zeg: ja. Nou ja, vraag het hem. Weet je, hij ligt daar en daar en hij moet dat en dat kosten. Ik heb Jan dus helemaal niet gezien. Sibrand is een keer met Jan naar dat bootje toe gegaan. Kende jij Jan Slachter goed al? Nee, helemaal niet. Ik, ken, ik wist natuurlijk wel wie het was, maar het was niet iemand. Ik had niet zijn telefoonnummer, om het maar zo te zeggen. Weet je, het was niet iemand met wie ik aan het appen of, of wat dan ook was. Ik, ben, ik heb Jan Slachter leren kennen door dat bootje. Want wat gebeurt er dus? Hij koopt dat bootje. Ik had hem niet te hoge prijs, want er zat best wel wat uh, achterstallig onderhoud in was de prijs. Dus volgens mij was de prijs iets van 35.000 euro. Oké. Okay. Ja. En daarvoor hing die ook overigens nog als fotootje met dat prijsje erbij bij een andere vriend van mij, sluiswachter in Loosdrecht. Ik had gezegd, Leo, mag ik hem daar ophangen als er iemand komt? He, dat. Enfin, Jan koopt dat bootje voor dat geld. Dan lees ik in Vrij Nederland een verhaal waaruit zou blijken dat ik dat bootje voor een vriendenprijs aan Jan Slachter heb verkocht omdat we elkaar zo goed kennen. En ik daarmee misschien ook wel weer andere deals zou kunnen ja. krijgen bij Max. Ja, dat werd wel gesuggereerd. Ja. Ja. Nou, ik vind dat schandalige journalistiek. Okay. Want, maar je kreeg daarna wel dat, dat vierseizoen aan de Amstel-programma. Nee, volgens mij hadden we dat toen al. Oh, dat had je ja, al? Ja. Oké. Okay. Nogmaals, je mag het opschrijven als het klopt. Weet je, dan kan je denken: wauw, we hebben hier iemand. Maar, ik, maar Joen, ik ben ook heel blij dat je hier vandaag zo ja, zit. Hè? Ja. Je weet, begrijp je? Weet, omdat je volgens mij, maar je kwam op mij over. We gaan zo nog hierover ja, verder. Ja? Even nog je die site Waarom? Want je kwam geagiteerd over. Je was daar echt nijdig over. Ja, maar Snap je dat? Snap je dat als, je, als, ik, als jij mij vergelijkt met maffia? En. Nee, jou jouw De praktijken nou, in, in jouw Maar jij zegt dan van. Jeroen Pauw gaat dan eventjes. mag dan als producent zelfs een debat produceren. Hebberige producent heet oh. het in de volgende zin. En in de zin nou, daarop ik is bied, het opzitten. Oh, dan bied ik mijn excuses aan, Jeroen. Het hoeft niet. Jawel. Ik maar als het... dat zo is. als ik me daarin heb vergist. Ja. dan is dat niet goed. Nee, maar. Dus deze... maar Oké, okay, maar het gaat mij niet om jouw excuses natuurlijk. Ik ga er mij er meer om. waarom. check. Checkt iemand niet iets wat eigenlijk best wel belangrijk is? En dan heb jij nog enige ruimte, want jij bent columnist. Maar ook bij een columnist ja. zou je toch zeggen: ja. Weet je, kijk. Als het zo is dat ik dat heb geproduceerd en wat dan ook... Dan, dan kan je zeggen, ja, mag ik dat dan hebberig noemen? Tuurlijk mag jij dat dan hebberig noemen. En mag ja. ik het vergelijken met de maffia? Van mij ook nog, weet je wel. Ik denk, prima, dat is de ruimte die je hebt. Maar dan moet je uitgaan van het goede feit. Dat is ja, waar wij waar nee, wij over gaat. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Als ik dan de Vrij Nederland zeg van... jongens, hoe komen jullie hier nou bij? Ja, nou, we kunnen het ook niet bewijzen... maar het zou toch zo gegaan kunnen zijn... Het zou toch zo gegaan kunnen zijn dat je die boot voor een vriendenprijsje hebt verkocht. Dat je een deal hebt gemaakt. En dat het daardoor misschien zo is dat je daardoor een ander programma mocht maken. Ja, dat vind ik ongepast. Ja. Als het zo is, als je dat kan hardmaken. Ja. Nou, dan kan je zeggen: Wauw, goed artikel. Goed zeg. Nou, hebben ze die hier een pauw even goed bij de lurven? Maar ja, het had zo gegaan kunnen zijn. En dan wordt dan geschreven door iemand die ik ken, die mijn telefoonnummer heeft. Maar die mij niet om een, om een wederhoor vraagt. Want dat kan ook nog. Jeroen, ik ben bezig met een verhaal. Nee, en ik hoor nou iets. Jij hebt iets geregeld met Jan slachter in een boot. Nou, daar wil ik even het fijne van weten. Ja. Het gekke is ook dat ze een aantal... Het gaat over Kim van Keken. Het gaat over Kim van Keek. Die ook nog bij jou gewerkt heeft. Ja. Althans. Ja, bij, bij dat stond uh, als disclaimer onder dat ja, stuur. Ja, zeker. Op de redactie heeft gewerkt bij ons ook. Ja. 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 Dat is, uh, ja. En die mijn nummer heeft. En die dus heel makkelijk mijn appje kan sturen en zeggen van Jeroen, ik ben bezig met een verhaal. Of ik ben nu iets op het spoor. Ik wil eventjes weten hoe dit zit. Want ik ben, ook een nieuwe titel tegenwoordig... onderzoeksjournalist. <laughs> Kijk, dat is opnieuw een sneer. Natuurlijk is dat een sneer. Want het eerste onderzoek wat je doet... is kijken of wat je opschrijft, of dat klopt. Ja. En dan kan je zeggen, joh, waar gaat het over? Maar natuurlijk... Tuurlijk, je kan alles wegrelativeren. En dat doe ik ook, want ik ben er, al lang, ben er natuurlijk al lang voorbij. Hoewel ik het wel opvallend vond dat ze later nog een stuk schreven... een profiel over Jan Slachter. En toen dachten nou, dat hele stuk over die boot... laten we dat er toch maar niet in zetten. Want ja, dat klopt geloof ik toch niet. En ik vind dat Terwijl gewoon... Jan Slachter het zelf had verteld bij De Geknipte Gast. Nee, Jan Slachter had gezegd... Ik, ik heb de boot heb van Jeroen Pauw gekozen. Natuurlijk, maar Mark, niet, niet om mij groter te maken dan ik ben. Maar stel dat jij een auto koopt... Uh, morgen, en dat is een. Uh, weet ik veel. een blauwe Volvo. En die meneer zegt tegen jou. dat is wel grappig, u werkt ook in de media. die blauwe Volvo is nog van Jeroen Pauw geweest. Dan is de kans best groot. dat je tegen mij of tegen een ja, ander zegt. hé. Hey, ik heb, dat, ik heb de auto uh, van Jeroen, Jeroen Pauw gekocht. gekocht. Ja. Zo, zo is het. Dat is gewoon leuk om te vertellen. En zo vertelde hij dat trouwens ook bij de geknipte En gast. zo vertelde hij dat ook. En hij heeft mij daardoor ook een beetje leren kennen. En daar waren we eens op het water. Want ja, hoe is... Oh, sorry, microfoon. Dan, dan kom je elkaar tegen en vraag je natuurlijk... Hé hey Jan, heb je, hoe is het bootje? Bevalt ja. het je? Ja, ja. ja zo ontstaat het natuurlijk. En dan wordt er ook een glas wijn gedronken. Ja. Dan meer, denk ik. Ja, maar begrijp... Glas. Maar oké, okay. dus dit heb je... Je zegt, het is totale... Het is gewoon een... een... Toevalligheid, ook nog door Siebert Niesen als, als li maar... liaison officer, die het bootje ja. heeft gedaan. Dus eigenlijk de makelaar van het bootje is Siebert nice. ja, In dit geval wel. Maar weet je, nogmaals, het is niet op zich misschien een heel groot ding. Alleen wat er wordt gesuggereerd is: het is allemaal foute boel. Het is handjeklap. Ik geef jou wat. Het is gewoon crimineel. En er wordt gewoon tegen jou, of tegen mij in dit geval gezegd: van ja, het is gewoon een, het is een criminele handeling. En uh, dat is dan Vrij Nederland. Kijk, als het in de story staat of in de privé, dan denk je ook nog als lezer van, nou ja, oh, ja. de story, nou misschien is het ook wel niet waar. Maar bij Vrij Nederland denk, dacht ik, echt nu niet meer, geen zorgen, hé, uh, hey, dat, dat zal wel kloppen. Ja. Dus, dat is ook niet oké, okay, zeg. Nee. Dat is ook raar dat dat zo ja. gaat. Nou ja, omdat dat vier seizoenen aan de Amstel staat hier. Jij zegt nu dat we, dat liepen al ja, nou, ik weet het ook niet hoor. maar ik bedoel, het een heeft niets met het ander te maken, want dat vier seizoenen aan de Amstel, dat maakte je voor Max. Dat maakten wij voor Max. Ja, Ja, ja. ja. Maakte tv. Ik moet even, even keurig zeggen. Ja, dat TV maakte tv bv waar jij nog een heel klein partje aandeelhouder was. Ja. voor Max. Ja, was ik toen nog aandeelhouder. Nee, waarschijnlijk nee. ook niet meer. Nee, ik nee, nee, nee. denk het niet. Nee. maar goed, dat is waar. Maar dan nog, weet je, dan nog moet je toch helder hebben. Klopt mijn verhaal of niet? En ja. je zou het kunnen controleren. Want je had kunnen controleren. Je had A, mij kunnen bellen. Je had dan B, niet jij, maar zij. Je had dan kunnen vragen van, voor hoeveel heb je die boot verkocht? Voor hoeveel stond die boot geadverteerd? Hé, hey, stond die boot voor hetzelfde bedrag geadverteerd als waarvoor Jan Slachter hem heeft gekocht? En wat, is de, wat kan, is de conclusie? Dan kan ik het begrip vriendenprijs ook niet meer nee, noemen. Nee, maar is dat ook zo? Ja, zo was het ook. Hij heeft de, de prijs betaald die... hij... Heeft, hij heeft die 35.000 euro, want dat vond ik al gewoon... Ik had geen zin om daar nou verder nog iets af te doen, want dat vond ik al een heel erg goed bedrag. En geld boeit je niet. Dus ja, je dacht, nee, vanaf, goed, Weet je, Ik wil niet... Als je iets verkoopt aan iemand waarvan je denkt, die kom ik nog wel eens een keer tegen, <kijkt> dan wil ik niet denken van, ik wil daar straks ook nog een zeur over krijgen. Dus ik heb gewoon... Gezegd, nee, maar je hebt gewoon de advertentieprijs is, is die je in bedrag, dat ding had hangen. Hij hangt daar bij Leo op de sluis voor hetzelfde bedrag. Dat is de bedrag. Ik ga er echt niks meer af doen. Nou, dit, is, vind ik, dit was het beste argument tegen dit hele verhaal. Ja, Jeroen. natuurlijk. Alleen is me niet gevraagd, Mark. Dit verhaal wordt gewoon opgeschreven en uh, er wordt niet naar hoor en wederhoor gevraagd. En uh, ik vind, vind het uh, uh, heel ja. leuk, Dit. Begrijp je dat? Je ja, zit, ja. Nou, ik ga zo afronden. Um, dan ook nog even over die <laughs> slachten. Want dan, ja? ik heb dit natuurlijk een beetje voorbereid. En dan krijg je dus telefoontjes. Hè, want Jij ontzenuwt dit nu, wat mij betreft, um, goed. He, ik geloof je. En dit is zo gegaan. Ja, ik, of moet ik nou nog naar dat sluisje gaan bellen bij die uh, Leo? Hing daar een advertentie voor 35.000 euro? Dat ja, mag je doen. ja, ja moet ik dat doen? Natuurlijk mag, mag je dat doen. Maar ik, bedoel, uh, ik denk dat hij dat niet meer weet. Want het is jaren geleden en hangen daar altijd bootjes met bedragen op. Nee, maar ik vertrouw ja, je. Ja. Uh, dan, Jan Slagter is een keer, dat is ook zo'n urban myth, bij jou in... Curaçao geweest in je huis met zijn vrouw. Klopt dat? Nee, nee, dat klopt niet. Jan Slachter is vorig jaar... Uh, op Facebook stond er vor... iets over. Nee, Jan Slachter is vorig jaar voor het eerst, denk ik. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, want uh, zo goed hou ik dat allemaal niet bij. Maar uh, in ieder geval heb ik hem voor het eerst op Curaçao ontmoet. Toen hij daar was voor een programma wat hij maakte in Curaçao. Max maakt mogelijk of iets dergelijks. En toen is hij bij mij langsgekomen. Dus toen hebben we gewoon, uh, heb ik hem even mijn huis laten zien. Ik was er toen ook. En toen hebben we s'avonds in de stad gegeten. Oké. Okay. Maar dan, ook dat is volkomen logisch, toch? Dat zijn gewoon media mensen die, die elkaar ontmoeten. Maar wij kennen elkaar nog niet zo goed. Maar stel dat jij op een gegeven moment in Curaçao bent... en jij appt mij wat vaak gebeurt. En dat mensen zeggen, hé, hey, Jeroen, ik ben in Curaçao. Ben jij er ook? Bordje. Zullen we even ergens een biertje drinken? Of zullen ja. we. Nou, in dit geval vond ik het dus wel leuk. Ook onzin. Ik van. Ja, en ik heb zijn vrouw. Zijn vrouw is. Nou, ik weet niet. Maar zijn vrouw was er in ieder geval ook niet bij. Dus die heb ik daar niet, helemaal niet gezien op Curaçao. Maar Jan was toen op Curaçao. En ik heb toen met mijn geliefde en Jan gegeten in een restaurant. Nou, het is een schande. Nee. En dan de laatste. Daar ja? staat hier Malaga en El, El Palo. Ja. Daar zou Jan een huis hebben gekocht bij jou in de buurt. Ook zeggen ze dat ook geen schande, want je kan ook zeggen van... Hé, ik woon hier fantastisch in die vissershuizen, koop er ook een. Ja. Dat, het het Portugal-moment met ja. die molletjes. Ja, ja. He? Jan heeft inderdaad, uh, eigenlijk, voor zover ik het moet begrijpen... van, uh, van de familieslachter, de vrouw <laughs> van Jan... Heeft, een, uh, heeft gezegd, ik wil daar graag een huis hebben. En die heeft daar een huis gekocht. Ja. ja. Oké, okay, dus het is allemaal ontzettend. Ja. Ja, ben je blij dat het nu ontzenuwd is? Vroeg nou, me af. Weet je wat het punt is? <laughs> er zijn, al die afzonderlijke dingen zijn vaak ook niet heel groot. Nee. Maar bij elkaar opgeteld, ga je. Tenminste, ga ik me er dan aan ergeren? Weet je, ik, niet om het nog voor de tiende keer te doen, maar ik erger me dan aan als het dan toch een beetje van alsof ik een soort rare mafioso ben. Uh, ik jo. erger me er aan dat. Jawel, maar het staat er toch. Uh, ik erger me er dan aan dat. Ergens in Vrij Nederland wordt gedaan alsof ik mijn bootje verkoop voor een zacht prijsje, omdat ik er dan hoop iets voor terug te krijgen. Daar, en en daar en staan veel van dat soort dingen. En dan denk ik, ja, nou goed, daar ja. erg ik me dan aan. En, en ik weet ook, en zeker mijn eigen uh, geliefde zegt, joh, laat het los, Wind je niet op, uh, laat gaan. Het, iedereen is morgen weer vergeten. Maar ja. ik, ik niet. En dan okay. wordt er chagrijnig van, ja, oké. Okay. Is dat nu ietsje opge opgeklaard? Ja, wel kijk, ik vond het leuk om samen met jou het gewoon zo te doen. Dat ja, vind ik, ook leuk. ik vind het ook leuk. En ik vond het ook mooi. Ik vond het ook fijn dat je gewoon uh, precies dat vertelde en deze details. Um, dus voor mij zijn we een beetje aan het eind. Ik, dan nog, dan nog een, een soort van van P Ho, hoe zie je nou de, de talkshows? Want allemaal van jou, jouw protégés zitten overal. En voor mij gaan er. Dat is een, dat is een soort media vraagje. Ja. Galit is een protégé van jou van je bent zijn mentor. Ja, ik zeg Ja, ik zeg, ja. ja. Uh, uh, Eva zeker was was. Um, zie je dat nou toch als een soort soort de pauwtjes die die uh, wie, nee. welke pauw mag straks in de in de boom uh, nee. haar vleugeltjes uitslaan of zijn vleugels uitslaan? Nee, nee. kijk Eva uh, is ooit tot mij Gekomen via haar toenmalige geliefde Bram Moscovici. Die zei: Van uh, zou jij, ik durf het uh, ja, haast niet te vragen, maar er zit hier een vrouw bij mij op de bank die wil jou iets vragen. Dus toen kreeg ik Eva aan de lijn. Toen zei Eva: Jeroen, ik zou zo graag uh, beter willen worden in de dingen uh, uh, die bij dit werk horen, zoals interview en, uh, en meer interviews willen maken. Zou je mij daar een keer mee willen helpen? Nou, zo is dat begonnen. Dat heeft geleid tot een samenwerking die op een gegeven moment ook weer geëindigd is en Eva is nu uh, een zeer gelauwerde uh, interviewer. Heeft twee keer de Zonja Barendprijs gewonnen. Ik, daar heb ik verder geen enkele uh, relatie meer, uh, meer mee. Het is nee. niet dat Eva mij nog vraagt: wil je nog eens even hier naar kijken of daar naar kijken? Nee. Um, toen Galit uh, <coughs> begon met het uh, televisieprogramma, toen heb ik op verzoek van de VARA, die zei van... heb jij zin om een keer met Galit met te praten? Dat wilde ik ook wel. Dat was in een hele vervelende periode toen. Want uh, toen ik Galit ontmoette, was dat net in de periode... dat Peter R. was uh, uh, neergeschoten. Hij was nog niet overleden, maar dat was in die week ongeveer. Dat Peter R. dus... Uh, We hebben het over juli 2022. Uh, ja. Uh, en, en, en hij zou dan in september of zo, of eind augustus... zou Galit beginnen met zijn, met ja. zijn programma. Even dus, uitleggen, hij... Ze dus werkte voor het advocatenkantoor waar Peter Erde Vries adviseur was, ja, toch? Ja. Ja. Ze kenden elkaar in ieder geval ja. goed. En Peter was ook iemand die Galiet had gepusht om ja. dit te gaan doen. Ja. En, zo. Ja. en daar vertrouwen in had. Ik heb toen met Galiet een, een gesprek gehad en ik heb gezegd: joh, als er iets is, of als je het fijn vindt om als je ergens tegenaan loopt, gewoon eens met mij erover te praten. En zo, dan vind ik ja. dat leuk. Ik vind ja. dat namelijk ook echt leuk. Ja. Dus uh, doe dat. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Um, wat. Ik heb natuurlijk helemaal niet verwijt verder. Uh, in de tussentijd ben ik ook uh, gaan, hebben wij bij TVBV het programma half acht uh, op de rails gekregen. Ja. Dat was een programma met Johnny de Mol. Dus dat was ook op het tijdstip tegenover Galit. Uh, ja. Dus was ook eigenlijk prima, dacht ik. Van, nou, is verder ook geen scheve gezichten over. Nee. Dat programma is op een gegeven moment uh, gestopt, half acht. En toen kwam Galit, uh, belde mij op. Uh, niet, niet meteen toen gestopt was, maar een paar maanden geleden. voordat het nieuwe seizoen begon. En zei: kunnen wij nog eens praten? Hm. En de eindredacteur van zijn programma had mij dat ook al gevraagd. En ik had gezegd: ja, ik wil eigenlijk nooit met iemand praten. als het gaat omdat de baas het wil. Dus als hij het zelf wil, of als zij het zelf wil. en dan vind ik het leuk. Maar ik ga niet praten van de iemand. Dat heb met... ik wel eens gehad van: ja, ik moet van, de, ik moet van de baas een keer met jou gaan zitten. heb je daar zin in? Weet je wel? Dan ja, denk ja, flikker op. Ja. Dus toen heb ik met Gralied. Een aantal gesprekken gevoerd. Gewoon gesprekken. Over het werk, over de lol die je eraan kan hebben, over het loslaten van het papier. Over zelfvertrouwen creëren. Ja. Ik heb hem verteld hoe ik, toen Paul Witteman op een gegeven moment een bril had. En mijn ogen ook slechter werden, en ik ook een bril moest. Dat ik zei: van ja, dat was voor mij het moment. Ja, twee brilletjes naast elkaar en wordt het helemaal zo max. Dat was voor mij een extra moment om te zorgen: ik moet het voortaan uit mijn hoofd kunnen doen. Ik moet gewoon dat programma door mij heen doen. En als ik daar zit, dan moet ik het gewoon weten. Ja. Dat was natuurlijk nog makkelijk, want ik zat altijd nog naast iemand die met zijn bril op precies ook nog het draaiboek in de gaten hield. Ja. Zo legde ik hem ja. dat een beetje uit. Ja. Hoe het als je losser komt, dat je meer durft. Als het dan goed ja. gaat, dat je je lekkerder voelt en dat je daar een betere host van wordt. Dat ja. is natuurlijk. Nou ja, dat Tuurlijk. is het. Daar Tuurlijk. zit verder voor mij helemaal geen belang bij, want het programma wat Galiet uh, presenteert, wordt geproduceerd door de Vara zelf. Ik heb ook helemaal niet de behoefte om dat te produceren. Ik vind het gewoon leuk om daar dan even met hem over te praten. En hij ja. vindt het ook leuk om dat met mij ja, te doen. Ja, en je zit daar nu soms aan tafel. Toen is er mij gevraagd rondom die verkiezingen. Ik denk ook dat de VARA... Kijk, ik had graag wel een aantal debatten willen doen bij deze verkiezingen. Bij Alleen, de VARA? Voor BNN VARA, ja. Gewoon als, uh, als host, zoals ja. ik dat de vorige de keren ja. ook gedaan heb. Alleen BNN VARA heeft dat niet gekregen. Heeft dus niet de mogelijkheid gekregen om die, het, het, te, die uh, uh, te doen. Ja, maar die doet altijd al. Ja, hè? Die deed ja, ja, tuurlijk. Dus, enfin, hoe dat dan ook, is voor mij ook altijd een beetje onduidelijk. Maar de vader wilde dat, ik ook, is niet gelukt. Oké, okay. ja. ik sta er ook een beetje in. Ik heb al zo vaak ja. mazzel gehad. Hè? Al zoveel dingen mogen doen met een talkshow en al die dingen. Ja. Soms gaat het niet door. Oké, okay. Toen vroeg... Uh, de Vara, althans de, de eindredacteur van dat programma. Zou je wel in een soort politiek paneltje willen zitten. samen met Nathalie Huigsloot en, uh, en Wouter de Winter. om af en toe een beetje te kijken naar de campagne? Nou, ben ja. ik natuurlijk geen politiek duider in de normale zin. want dan had ik nu in Den Haag rond moeten lopen en zo. Maar in zo'n periode, als het zich allemaal ook afspeelt een beetje op de televisie... en als het ja. gaat over campagne en over ja. debatten... nou, dan kan ik best wel wat zinnige dingen over zeggen als het moet. Dus dat leek mij leuk. Ik dacht, ja. ik heb toch een soort van betrokkenheid bij, uh, bij, uh, bij, bij dit. En dat doe ik dan inderdaad bij de enige talkshow die de VARA nog heeft van Galit en Sofie. Ja, ik denk dan niet, ik heb met Galit al een paar keer... ik heb met Sofie ook zo vaak gesproken. Uh, weet ja. uh, dat, dat is verder geen kwestie. En de kwestie die... Dan wel eens door sommige via media krant uh, las ik dat wordt aangehaald van ja, dan durft gaan liedje niet meer een scherpe ja. vraag te stellen als het erop aankomt. Daar geloof ik gewoon helemaal niks van. Daar geloof ik echt niks van. Ik heb ben zelf aan, aan het golven en dan heb je een golfleraar. En er is echt niks leuker als het jou lukt om die golfleraar eruit te slaan. Om een bal beter te slaan dan hij. Weet ja. je wel? Het is eerder dat dat een competitie geeft ja. en dat je denkt, nou, dat zou ik maar niet doen. Nee. Bovendien. Heb ik helemaal niet zo'n soort relatie met Galit. Van, oh god, je moet toch niet. Uh, moet, moet toch niet straks een. Nou ja, ja omdat, omdat hij bij ons zich ging, die natuurlijk met een soort kettingzaag erin. Dat, dat werd een beetje een gek, gek soort interview. Ja. Waarin hij wel stoer deed, maar. Ja, dat was ja. Wat fout. Ja, je moet de warme kraan en de koude kraan goed kunnen bedienen. En dat was alleen maar koud. Ja. Nee, dat is waar. En, um, um, uh, maar ik, ik vind het niet leuk om hem hier. Um, ik, ik, de, dat soort gesprekken over hoe hij ja, gedaan heeft, hel, dat, maar wat doe we, ik dan we, met we, hem graag. Da, 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 da. Hij, hij heeft zich al aangeboden om hier te komen zitten een keer. Dus dat we deze aangenomen. Het is een hele fijne vent, Ja, dat weet, ik, dat weet ik. Een leuke jongen, een leuke man. Um, maar hij, hij gaat er wel aan, wel aan natuurlijk. Het wordt 7 uur slot, gaat naar Eva. Dat is natuurlijk. Ja, dat, ja, ja, dat uh, ik, ik weet het niet, maar, uh, maar ik denk het wel. Ja. Ik bedoel, alle signalen wijzen die kant ja. op. Dat het ja, maar nu ben je heel aardig. Nu heb je geen zin om er iets over te zeggen. dat dat misschien wel beter is. Dat even daar zit. op zeven uur. Nee, maar dat is ook omdat ik dat lastig vind. Om, om, in, in alle eerlijkheid. en ik weet dat dit natuurlijk alweer een, een domme opmerking is. die ik nu ga maken, maar toch. Maak hem maar. Um, je hebt iemand die uh, is goed. Dat is Eva Jinek. Die krijgt. Ook omdat ze goed is, krijgt ze de kans om naar RTL toe te gaan. En dat doet ze. En ze doet het daar ook goed. En ze heeft daar alle ruimte gekregen. Want ze heeft niet voor niks zelfs daar ook nog interviews kunnen maken. die ook nog eens zo'n een jaarbarend prijs hebben opgeleverd. En um, zij gaat toch terug naar de publieke omroep. Nou prima. Ook fijn voor haar als ze dat graag wil. Ook omdat ze op een tijdstip dan vermoedelijk dat tijdstip hè, tussen 7 en 8 komt. waar ze anders niet zat. Maar aan de andere kant zitten daar. Een Galiet die nu uh, in zijn tweede seizoen begint. die ook helemaal nooit uh, radio of andere programma's heeft gemaakt. die dus toch echt best wel fris is nog. Hè, die het allemaal mm -hmm. ook nog maar een beetje ja. moet doen. En Sophie, die is nou, iemand van de fara waar de fara in gelooft. en waarvan ze denken wij willen daarmee wat mee doen. dan vind ik het ook best wel raar dat. De publieke omroep dan die mensen ook zomaar weer opzij schuift, omdat ze ergens anders een ster vandaan kunnen kopen. En nogmaals, ik gun het Eva Jinek van harte, daar gaat het niet over. Maar ik vind dat toch een lastige positie. Ik denk, wat, wat wil je nou eigenlijk daarmee zeggen als publieke omroep? Terwijl de lol van die publieke omroep vaak zo is geweest dat ze. Ja, dat ze mensen de kans geven om zich te ontwikkelen. De kans geven om beter te worden. En, en misschien dat ze dan daarna, kijk naar Rensen... alsnog naar de uh, commerciële gaan, of zoals Eva. Maar waarom zou je ze per se terug moeten halen... op een plek waar je eigenlijk ook bezig bent om nieuwe mensen op te leiden? Ja. Ik, dit is een, zijn stichtelijke woorden. Nou ja, het is, het is een beetje... Ik, ik, het is niet dat ik het er één misgun, maar ik vind toch een dingetje waarvan ik denk... nou, ik weet niet of ik dat nou zo heel erg oké okay van, van het beleid van de NPO vind. Oké, okay. volgens mij gaan we afronden. Um, okay. Hebben ik we er anderhalf uur al op zitten? Of? Nou, al, al dik. Serieus? Had, had je niet door, hè? Nee, nee, nee. nee Wat voor... Nee, maar we nee, hoeven ho niet nou. na te beschouwen. Maar je zegt best wijze dingen over de omroep. Je wil dan niet werken. Maar ik zou toch zeggen, rechtskabinet... Bel Jeroen Pauw, jongens, staatssecretariaatje nee, of een dingetje. Nee, nee serieus. Nee, oh, ik zou er toch echt niet aan moeten denken. Echt niet? Nee, ik ben ook helemaal niet goed genoeg in politiek. Ik vind het eigenlijk. Nee, omhoog. maar dit wordt een kabinet van zakenmensen. Ja, ja, en, en, ja. En, en mensen die zakelijk denken ja. en nuchter zijn. Nee, nee bel mij niet. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Het was een leuke show. Um, en volgende keer zit Galit hier. Nou, dan, dan kan je ook een leuke show mee maken. En uh, vanaf wanneer is dit nu online? Ik heb geen idee wat okay. de eerste <laughs> maak. We gaan het zo. Het, mij, we gaan het ja, zo horen. Voor mij hoeven we weinig te knippen, toch? Oké. Okay. Ja, niet. Live on tape. Live on tape is veel leuker. En um, tot de volgende keer. Graag. Dankjewel.